De eerste stap op de weg naar recovery is admitten dat je een probleem hebt. Welkom in de AA. Ah, uh oh -huh. uh -huh. ik zit hier aan je voor de zwaar. Als het ergens over moet gaan. Zending is dee! Niet de bay! Glimmers of de milena Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Vandaag onze eigen Sheldon Cooper op bezoek. Uh. Gelukkig heeft hij wel iets meer people skills. Uh, jullie kennen hem als een van de neveneffecten van programma's als Willys en Mariette, Basta, Scheren en de Schepping, Superbrein, Team Scheren en kan iedereen nog volgen. Hij heeft twee podcasts, Nerdland en Moel de Geek. En toert momenteel door Vlaanderen en Nederland met een humoristische theaterlezing Live in Nerdland, DNA of DNA. Welkom, lieve Scheire. Dankjewel. <laughs> Kijk eens aan, was dat niet heel officieel? Ja, 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 absoluut. Ja, cool, hè? ze nee. gaan niet gewoon van mij, meestal is het andersom. Ik was nog even aan het wachten op het klaroengeschal. <laughs> First of his name, <laughs> in the year of our Lord. <laughs> Je ze dan touren momenteel met live in Nerdland DNA? Ja. Um, dat is één ding dat mij al direct mega hard interesseert. Hoe ver staan we tegenwoordig met dat onderzoek? Wat voor zotte dingen zijn er nu momenteel aan het gebeuren? Er zijn nu al zotte dingen aan het gebeuren, maar de, de, goh, de, de echte grote revolutie uh -huh. die komt binnen, ik denk ja, binnen dit en twee, drie jaar. Gaat het echt vertrokken zijn? Uh -huh. um, nu welke zien? Dat uh, een DNA-test, nu een volledige DNA-test, kost 1000 euro. Mm. En dat is nog veel. Die prijs gaat heel snel naar beneden. En iedereen zegt van ja, eens dat die onder de 100 euro gaat, onder de 50 euro gaat, gaan heel veel mensen zich gewoon laten testen. De huisarts gaat zeggen van kijk ja, voor 50 euro is de kostenbaten van die gegevens te hebben gewoon gigantisch. En als heel veel mensen zich laten testen, kun je ook opeens heel veel onderzoek beginnen doen. Want als iemand dan bepaalde ziekte krijgt, bepaalde symptomen, kun je gewoon gaan terugkijken naar zijn DNA. En dan kun je, als je alle mensen die ALS hebben bijvoorbeeld, hun hmm. DNA kunt vergelijken, dan kunnen daar waarschijnlijk de markers in vinden waardoor dat, dat veroorzaakt wordt enzovoort. Dus dat is een beetje de grote revolutie denk ik. Een keer dat we heel veel geteste mensen hebben en we laten daar artificiële intelligentie op los om patronen te zoeken, dan gaat er opeens ...heel veel duidelijk worden, ja. Ja. Dat is dan, dat is, maar dat zijn, uh, dat zijn dan vooral de, de... ...ik zal zeggen, de voordelen eraan. Of dat zijn, zijn, er, al, zijn er alleen... Wa, wa, dat lijkt mij zo heel zot dat als je met DNA heel ver kunt gaan... ...en je kunt... Het, ze hebben ook al gezien, je hebt zo één ding eens verteld, denk ik... ...over zo één of andere moordenaar die ze gevat hebben... Ja. Ja, ...jaren na dat hij de feiten had gepleegd eigenlijk. Deze zomer, ja. Omdat ze het DNA van hem hadden... En ze hebben zo heel die ze familie kunnen terugvinden en ja. dan tot hoever dat die uh, wat, gegaan is. Dus ja. wat, wat, wat er nu aan het gebeuren is: je hebt, ja, DNA en genetica heeft heel lang in, in het onderzoek gezeten en in de medische wereld gezeten. En nu is dat een paar jaar al. dat... Uh, uh, stamboomliefhebbers doen dat graag. Hè? Dus die, ja. die sturen dan DNA op en dan, uh, als ze dan verre familieleden vinden, kunnen ze stambomen samenvoegen enzovoort. En dat heeft redelijk wat gevolgen. Ja. Um, uh, <laughs> Anonieme zaadhonors, dat bestaan er meer. Nee. Hey, dus ja. elke anonieme zaadhonor kan nu getraceerd worden via dat soort stamboom-websites. Um, er komt gigantisch veel uit van. Oh, scheefpoeperij. O, oh. <laughs> oh, nee, echt waar. Er, er is een hele pagina op Reddit ja. alleen maar met 23 Me horrorverhaal. Ja. En half, ja, half januari is daarin op verschenen. O, ik krijg haar rillingen als ik eraan denk. was een kerel die dus ook verwekt was door een anonieme zaadtonor. En die dacht van, ik ga kijken op 23andMe of dat ik mijn biologische familie terugvind vind. Mm -hmm. Die heeft die een test gedaan en die kreeg... Uh, er zat een halfzus van hem op 23andMe. Oké. Okay. Dus wat dat wil zeggen, een ander kind van diezelfde anonieme zaadtonor zat ook op 23andMe. Ja. Bleek het meisje te zijn wat al een jaar mee samen was. Oh. <laughs> Ouchie-pabouchie! <laughs> old, old boy. Oh god, ja. 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 Dus, enfin, dat soort dingen zijn nu aan het gebeuren. Ja. Hè? Dus, uh, genetica zit echt al in de persoonlijke levens van veel mensen hmm. vervat. En binnenkort gaat dat... Enfin, nu zijn het mensen die ervoor kiezen om een DNA-test te doen en daar misschien dingen uit te leren of malleuren mee te hebben, zoals die mens of gelijk wat. Hmm. In de komende jaren gaat het omgekeerd zijn. In de komende jaren gaan mensen die geen DNA-test gedaan hebben, gaat dat een bewuste keuze worden. Ja. Dus bijna iedereen gaat dat aangeboden krijgen, door zijn huisarts, door het ziekenhuis, gelijk wat. Door zijn verzekeraar, ja, weet ik veel. En um, er gaat logischerwijze ook een groep van mensen zijn die zeggen, ja, om privacyredenen of oh, uit, ja. uit voorzichtigheid, toch ja. het niet. Maar dus, nu moet je er actief voor kiezen. En het ziet er naar uit dat uh, de DNA-test eerder een actieve opt-out gaat worden voor mensen die zeggen, ik wil het niet doen. Ja, dus eigenlijk al banaal zo mensen die dan nu bewust geen smartphone hebben of zo. Ja, ja maar effectief. Ja. En ook mensen die zeggen van, ik moet dat helemaal niet weten, dan denkt het terug aan de GSM. Ik heb dat niet nodig. Ik heb ja. thuis een telefoon aan een draad, met een ja. antwoordapparaat en dat gaat de rest van mijn leven voldoende zijn. Ja, ik denk dat bij een DNA-test een beetje... Uh, een beetje hetzelfde woord. En dat zijn enkel de tests. Hè? Dus dingen laten testen om, om, om zelf iets van bij te leren. Je hebt dan ook nog DNA-technologie. Ja. En ja, dat is helemaal Brave New World aan het worden. Hè? Dus ja... Uh, ja. Dat, dat er de, de, de zijn nu al veel dingen die je kunt doen. Ah. Hè? Ja, Zo, ja. Wat zijn de zotste dingen die je nu al kunt doen? Waar je gewoon van zegt, dat leek science-fiction en dat is vandaag al compleet realiteit. Uh, maar ja... De, de Chinese professor die twee maanden terug de mm -hmm. eerste genetisch gemodificeerde mens gemaakt heeft, dat is echt wel creepy, want het is te vroeg. Hè? En wa, wat is er dan genetisch aan gemodificeerd? Wat heeft hem gedaan daarmee? Hij heeft um, een Aids resistentie gen. Een groot deel van de bevolking van Scandinavië is allez, een groot deel. denk 15% is resistent tegen HIV. Ja. Hij heeft dat stuk genetica eruit geknipt. Bij, dus Hij heeft dat gaan halen bij ja. een Noor of een Zweet. En er was um, een bevruchte eicel van een Chinese... Hoe godde dat halen? Je pakt gewoon een DNA-staal en dan haalde dat component eruit. Of... Ja, je kunt verschillende dingen doen, ofwel neemde inderdaad het menselijk DNA en, en haalde dat stuk eruit en isoleerde dat stuk. En je kunt dan ook laten kopiëren en, en gelijk wat. We mm -hmm. kunnen ook DNA schrijven. Hè? Dus als jij gewoon die code op je computer staan hebt dan uh -huh. kun je vragen aan een machine maak dat stuk DNA een keer voor mij dan je, rit, 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 en dan heb je dat ook synthetisch DNA. Yeah. Dus hij heeft dat stuk uh, genomen en dan dus ja je hebt een bevruchte eicel, je stuurt daar een eiwitje in een cas9 eiwit dat eigenlijk kan knippen in DNA. Dus je stuurt daar een eiwitje in, dat knipt het stuk DNA weg dat je weg wilt en dat plakt het stuk dat je in de plaats wilt in de plek. Ja. Yeah. En dus op die manier uh, wou hij kinderen dus maken. Dus kunt eigenlijk een hele constructie maken ah. naar hoe dat jij dat wilt. Dat klopt. Ja, als, meer. Bijvoorbeeld, als je als uh, een kleine maakt en je kijkt in de eicel naar de kleur van de ogen, en je denkt bij je eigen, niet tof, andere kleur, kun je dat erin en uit knippen. Oké. Okay. Dat is nu al perfect te dat doen. Is, dat, is nu, uh, dat is nu technisch mogelijk, maar moeilijk, en af en toe mislukt het, waardoor het verboden is op de mens. Dus die kerel heeft een internationaal verbod genegeerd ja. om de eerste te zijn die geknipt en geplakt in de mens. Dat is ook mislukt, hè. Dus... Hmm. De, het stuk, het stuk dat hij wou inplanten zit er maar half in. Dus ze weten totaal niet wat de gevolgen gaan zijn. Dus echt Frankenstein uh, ja. gedoe. Um, maar ja, dat was revolutionair. In de toekomst gaan we dat waarschijnlijk wel doen op de mens. Hè? Als, jij, als jij in een familie zit waar dat een, een uh, generatieslange traditie van zware depressie is. en je kunt dat eruit knippen. en een keer dat die techniek op punt staat, gaan we dat wel doen. Ja. Maar het is nu te vroeg. En de andere die uh, van september dateert, dus van, van september 2018, um, die ook wel, ja, we wisten dat eraan kwam, maar het was ook vroeg. Er zijn uh, bepaalde privéklinieken in Cyprus en in Amerika. En daar mocht je ge het geslacht en de oogkleur van je kind kiezen. Oh ja, ja. Dus gemaakt met... Dat is helemaal elders, Huxley, ja, ja, ja. eigenlijk. Dus het is ja. dus, dus via... Proefbuisbabies. Dus in plaats van één proefbuisbaby, uh, embryootje, maken ze er twaalf. En dan kijken ze, lezen die alle twaalf uit. En dan zien ze van ja, we hebben hier uh, vijf jongens, we hebben hier zeven meisjes. Dat is bruin oog, blauw, 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 blauw. En dan mogen ze kiezen en zeggen ja, uh, pak een diene maar, want we willen uh, een, een dochter met blauwe ogen. En dan planten ze die in. Ja. 16.000 euro voor uh, het geslacht of de oogkleur te kiezen van het kindje. En we staan aan het begin, hè? Dat ja. is echt nog maar. Ja, ook, ook een stoffen ook een in Amerika hebben ze uh, spider goats gemaakt. What? Spider goats. Oké, okay, cool. Dat zijn geiten uh, bij ja. wie er spinnendraad uit de uiers komt. En waarom hebben ze dat gedaan? Uh, sp spinnendraad is een van de sterkste elastische stoffen die we kennen. Ja. Mm. En ze proberen al heel lang om dat te gebruiken in draden, stoffen. Enfin, ze willen heel graag ja. dat kunnen kopiëren. En Spider-Man eigenlijk eh, kan in de comics. Oh, ja. Bij wijze van spreken. Maar dus een spinnendraad is geweldig dun. Als je van staal iets maakt van dezelfde dikte, is dat minder sterk. Dus dat is ja. eigenlijk een, een fantastisch materiaal. Um, ze hebben dan geprobeerd om spinnen te kweken. Maar die zijn territoriaal, dus die moorden elkaar uit. Je kunt geen. Duizend spinnen in een boerderij steken, want die fretten mekaar op. Ja. En ook, ja, daar komt veel te weinig uit. Dus wat hebben ze gedaan? Dat stuk DNA dat die spinnendraad maakt in de spin, hebben ze eruit geknipt. Dan hebben ze met die CRISPR-techniek, met dat knippen en plakken, hebben uh -huh. ze dat in een geit geplakt tussen de andere eiwitten die in de melk zitten. En dus als je die geiten melkt en gefiltert daar, dan komt daar effectief spinnendraad uit, ja. Oké. Okay. Spider goats. Spider goats. Ik, ik, toen jij dat zei, dacht ik direct zo'n geit met zo'n acht poten. Zo. Dat ja. je de the fastest goat in the universe. <laughs> Voor mensen die graag een lamsboutje eten, het zijn er acht. <laughs> maar natuurlijk wel, want dat, dat is natuurlijk allemaal, zoals gezegd, het begint bijna met fantasie en het, en het ja. wordt realiteit. Maar dat zijn natuurlijk ook de dingen waar je meteen ook over nadenkt nou als je mensen begint, uh, begint genetisch aan te passen. Hmm. Dan denk ik dat er toch ook altijd een klein beetje het horror scenario in zit van super soldiers. Of mensen ja. maken die sterker worden, resistenter worden, die je gaat gebruiken voor oorlog. Is dat iets waar het naar gekeken wordt waar ze mee bezig zijn? kan niet anders. Hè? Wel, ze zijn, ze zijn vooral nu bezig met te proberen om zoveel mogelijk wetten te stemmen, om dat om mogelijk te maken. Omdat hmm. uh, um, het, dus dat knippen en dat plakken in TNA lukt al goed op planten en dieren, maar nog niet goed genoeg om veilig te zijn voor de mens. Een ander groot punt is, we weten nog maar heel weinig zitten in DNA. Dus zware ziektes die afhangen van één gen, weten ze goed zitten. Mm -hmm. Maar eigenschappen zoals tactisch inzicht, ja. zijn veel te complex en weten ze nog totaal niet zitten. Ja, want dat is eigenlijk iets dat mij, dat, dat mij altijd... Je hebt zo'n heel... Um... Heel debat van wat zit er in de mens en wat is er aangeleerd? Wat is er, ja. Hoeveel zit er in uw DNA? Hoeveel is er eigenlijk afhankelijk van erfelijkheid, afhankelijk van genetica, afhankelijk in uw persoonlijkheid misschien al bijna? Gaat had ja. ook over persoonlijkheid strekken. Ja, ja, absoluut. Ja. ja, heel erg zelfs. Ja. Maar um, er is heel veel tweelingonderzoek geweest in Amerika. Er, was, er is een tijd, een traditie geweest in Amerika, ik denk dat het de jaren 50 was, als, als een identieke tweeling. Um, moest geadopteerd worden, dan zetten ze die altijd in verschillende gezinnen. Ja. Niemand wist waarom, maar een of andere psychiater zei dat dat beter was. Maar het gevolg is wel dat je nu fantastisch onderzoeksmateriaal hebt, want je hebt twee mensen die genetisch in ethiek zijn, die verschillend opgegroeid zijn. Ja. Dus soms, soms ging dat rijk-arm, conservatief, progressief enzovoort. En wat blijkt, uw politieke voorkeur zit voor meer dan de helft in uw DNA. Okay. Dus als jij voorbestemd. Conservatief zijt en gij groeit op in een heel progressieve omgeving, is er nog altijd een grote kans dat gij switcht. Ja. Um, en dat heeft, dat heeft veel te maken ja, met. Ja, van waar um... komt dat eigenlijk? Uh, well, dus wat uw DNA eigenlijk regelt, is de chemie in uw lijf en in uw kop. En um, ja, of dat gij. Uh, risico's vermijdt of kiest voor risico's weten ze bepaalde dingen al zitten in DNA, dus of dat, ja, je, ja. of dat je zegt van laat maar komen, ik, ik durf van alles of je bent eerder voorzichtig of dat je angstig bent of, uh, of, of, of minder angstig, of dat je vaak humeurig bent of vaak optimistisch, het zijn allemaal stof, ja, het is, het is ook de reden dat je het met antidepressiva soms kunt oplossen omdat je gewoon door die chemie in je kop te veranderen echt je humeur verandert hè. Ja. en dus ook de manier dat je het leven staat de manier dat je sociaal bent enzovoort heeft een genetische basis, en dat is wel heel belangrijk, dat is de basis. Ja. Als je een genetische basis hebt om um, ja, als jij een genetische basis hebt om risico's te vinden, en in je eerste twaalf levensjaren neemde jij honderd risico's, en bij tien daarvan. Verliest een vinger of een teen of gelijk, wat, dan gaat dat wel een Mindere. Bit, ja. <laughs> dus dat, dat is. Dus uw beetje... ervaring is ook wel belangrijk. Absoluut. Je, de, uiteraard, ja. ja, tuurlijk. Maar, en dat is een beetje ja. de, de conclusie die ze nu trekken, is. Natuurlijk leer je uit ervaringen, mm. maar hoe dat je reageert op een ervaring zit in je DNA. Ja. Dus als je um, bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld. Ja, je uh, dopamine en je adrenaline, dus het beloningsgevoel dat je krijgt. Merken ze mensen die gaan benji springen en zo? Ja. Die gevoeligheid voor dopamine ligt gewoon veel lager. Dus die ja. hebben die kick nodig om echt content te zijn. Ja. Terwijl dat, dat bij mij misschien al is, als ik een keer ja, van een helling ga met de fiets en ik rijd iets sneller dan eigenlijk toegelaten. Een <laughs> diepe parking hier rijden. wat ja, ja, ja. En zo. Oeh, kriebels. Maar dus, <laughs> maar dus da daar komt het ja. op neer. Je gevoeligheid voor die stoffen wordt genetisch bepaald. Het gevolg is, als je met zo. Een daredevil, hè? zo iemand die echt van alles durft, als die vijf, zes jaar oud is en je gaat daarmee op een, op een redelijk avontuurlijke attractie in het pretpark, dan gaat die er waarschijnlijk van leren: dit is kun je tof. Ja. Je doet zelden mee iemand die heel gevoelig is aan uh, stressprikkels en die gaat voor de rest van zijn leven dat vermijden. Dus het komt ook door ervaring, maar de manier dat je reageert op ervaring is wel. Is, is zit eigenlijk al een beetje nu? Ja. ja. Hoe gevoelig dat je knopjes afgesteld hè. Ja. Ja. Want er zijn? Want er zijn ook een hele hoop discussies. Um, wat, wat ik uh, altijd interessant vind. Die is ook al een paar keer teruggekomen in deze podcast. Hè. Maar zo van die, van die dingen als, als. Ik zal het maar het zeggen. Je, je hebt nu vaak zo van die discussies over het, het biologie ten opzichte van het maatschappelijke. Ja. Hè, het soort. Man-vrouw, is dat een sociale constructie of is dat de, heeft dat ook te maken met biologie? Sommigen beweren dat het er zelfs niks mee te maken heeft. Ja. Als jij als wetenschapper goed beziede, dat? is dat totale nonsens? Dat jij zoiets van nee, nee, het is wel duidelijk dat, ja. het, dat, dat genetica en biologie er veel mee te maken heeft. Of? De, de, de witte blad-theorie, hé? we ja. worden geboren als wit blad en we worden ingevuld, ja. is niet houdbaar. Ja. Um, er is al veel te veel hard tegenbewijs dat dat niet zo is. Ja. Dus ook uh, man-vrouw-verschillen hebben een naturekant. Ja. Um, maar mensen kunnen heel moeilijk omgaan met uh, gemiddelde verschillen. Enfin, uh -huh. mens, mensen kunnen dat redelijk goed als het gaat over iets fysiek. En kunnen dat totaal niet als het gaat over karakter of aanleg of gelijk wat. Ja. Okay. Um, als ik tegen iemand zeg... Mannen zijn gemiddeld groter dan vrouwen in gestalte. Ja. Zijn er weinigen die tegen mij zeggen: dat is niet waar, want mijn tante is groter dan mijn onkel. Ja. Maar als je eenzelfde uitspraak doet over karakter, hè, als je bijvoorbeeld zegt, en je moet altijd geweldig voorzichtig zijn in die uitdrukking, maar als je uh -huh. bijvoorbeeld zegt: het lijkt erop uh -huh. dat vrouwen gemiddeld gezien, qua nature. Een grotere... Hoeveel, hoeveel voorwaarden dat hier al aan vasthangen, is zijn fantastisch. Ik denk maar bij mezelf, ja, ja. bij elke voorwaarde die ik noem, daalt het aantal tweets en e-mails dat ik erover krijg. <laughs> <laughs> dus, als je zegt, als um, een vrouw heeft... of ik, ik, Het lijkt erop dat een vrouw qua nature een grotere zorgreflex naar kinderen heeft, mm -hmm. gemiddeld... ja dan krijg je wel het antwoord, dat is niet waar, want mijn onkel is zot van kinderen en mijn tante niet. Ja. Mensen kunnen niet om met gemiddeldes en met gauscurves. Je kent de vorm van een gauscurve, zo die, zo die, die klokvorm. Mm -hmm. Dus je hebt ja, gelijk wat Ik, knik, ik knik nu, ja, maar vertel vooral meer. En wel, dus als, je, als, je, als je eigenschappen meet bij de mensen, komt je heel vaak uit in die gauscurvenvorm. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben in de... Middle. Ja, of. voilà, kijk, we hebben ze, we hebben ja. ze daar staan. Dus ja, ja. Heel veel mensen hebben de gemiddelde vorm. Ja. Neem nu gestalten. Heel ja. veel mensen zijn normaal van grootte. En je, hoe, 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 hoe meer dat je naar hele grote mensen gaat, hoe minder dat er zijn. Hoe meer dat je naar hele ja, kleine ja, mensen gaat. Je ja, ja, hebt ja. dus heel die typische vorm. Nu, als je kijkt naar zo'n gauss -curve en je zegt bijvoorbeeld, wat, neem nu gestalten. Gestalten is zo aanschouwelijk voor mensen... Je pakt die goudskurven en je zegt, mannen zijn gemiddeld groter dan vrouwen. Oké, okay, wat doe je dan? Je pakt het midden van die goudskurven van de man en het midden van die goudskurven van de vrouw en die staan een beetje net elkaar. Mm -hmm. Maar die hebben nog altijd een gigantische overlap. Ja. Enkel die randjes op de zijkant staan ja. apart. En je zou kunnen zeggen, wat dat betreft zorgreflex naar kinderen, dat dat ook zit ongeveer hetzelfde is. Hetzelfde, ja. Namelijk, die twee goudscurves staan een beetje net elkaar. Je hebt een gigantische overlap. Mm -hmm. Maar mensen kunnen er niet mee om. Ja. Als je zegt vrouwen gaan van nature gemiddeld een grotere reflex hebben um, tot uh, kinderzorg dan in mensen hun hoofd worden dat twee balkjes ja. die uitmaken alle mannen daar, alle vrouwen daar, en dat is dus niet zo nee. en natuurlijk ja, ook um, die maatschappelijke kant, hè? dus je kunt wel geboren worden met een bepaalde aanleg, pak nu dat je als man goed rechts in die goudskurve zit en je zei zot van kinders en je werkt daar graag mee enzovoort dan klopt het natuurlijk wel dat als heel uw maatschappij zo ingedeeld is dat dat een vrouwenjob is, ja. ja, dan onderdrukt dat en dan vormde u door uw neurtje eigenlijk. Ja, 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 vormde ja. u ook naar een andere kant. Dus het is een complexe discussie. Ja. En um, ja, voor mijzelf, ik ben, ik ben dol op uitzonderingen. Ik vind dat ja. fantastisch. Als, wat een die ik wist, de, de allesweterende in de tijd. En daar zat um, een meisje van 22. Um, ja en ik vroeg uh, wat doe de van job en ze zei automechaniek ja. en ik denk dan oh yes ja. ik vind dat fantastisch ja. maar veel mensen voelen zich daar blijkbaar geremd door van oeh, ik kan toch niet als vrouw automechaniek gaan doen enzovoort dus soms hoop ik dat daar een stuk van de oplossing in zit gewoon um, enthousiast worden van uitzonderingen ja Zodanig dat mensen die moeten voldoen aan, aan, de, aan de maatschappelijke verwachting. Maar ja, nu ben ja. ik heel, heel naïef optimistisch aan het worden. He. Ja, dat is niet gezegd. Maar het is wel interessant om te zien. Want eh, ik denk dat het altijd inderdaad, heel vaak is het ook een, een, een combinatie van de twee: je hebt, je, je hebt dingen waar je mee. Mee geboren ze die in uw genetische make-up zitten, zullen we maar zeggen. En dan zijn er ook dingen. Ja, je leeft ook niet in een vacuüm. Dus tuurlijk. uiteraard past je eigen ook aan aan wat dat normen en waarden zijn. Ja, en verwachtingen natuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja. ja. Maar dat, dat is, als je nu. Hè, want dat is iets waar jij heel hard mee bezig bent. Met zo hè, enorme vooruitgangen die er nu voor de deur staan. Want er staan er op verschillende vlakken. Hè. Ja, ja. Een aantal heel grote voor de deur. En de vraag die zijn eigen natuurlijk altijd opdringt, hè, wat het Frankenstein verhaal is dat je uh, ervoor zei. Dat is eigenlijk het, uh, just because we can, does it mean we should? Hè. Ik denk dat de, de mensheid die vraag meestal zelf altijd beantwoordt en gewoon zegt, als we het kunnen, dan gaan we het doen. Want ik denk dat dat ook een beetje in onze natuur ligt, van dat ja. niet tegen te houden. Maar hoe ver zie je... Want jij uh, vindt wel dat het pas eigenlijk moet beginnen, als ik het een beetje kan afleiden uit wat je er net gezegd hebt, uh, van, vanaf het moment dat het echt klaar is. Want jij hebt een beetje een gevoel van, hey, die, die, die Chinese man die een mens ja. heeft gemaakt, die is te vroeg. Uh, Heel de, de genetica-wereld uh -huh. wist, wist zelf dat het te vroeg was. Ja. Hij, en ja, het... Dus dat ging over eerst zijn eigenlijk bij ja. hem? Ja, eigenlijk 100%. En uh, hij geeft dat zelf bijna toe. En al zijn collega's zeggen van, ja, het is echt ijdelheid. Het is, het is de Neil Armstrong van, van de, van de CRISPR-technologie op de mens willen zijn. Hij wou absoluut een eerste zijn. Um, en... Want leeft, leeft, die, leeft het... het... Ja, wat, wat, wat is dat dan? Is dat een baby? Is dat, is dat, de... dat is een tweeling, die zijn nu... Uh, die zijn oh, dat zijn nu, twee, oké? Okay. Die zijn twee maanden oud, ja. ja. Die zijn twee maanden oud. En um, er wordt niet vrijgegeven wie dat zijn, dus die worden waarschijnlijk opgevolgd door die mensen in onderzoeksgroep of door de Chinese regering. Maar niemand weet wie het zijn of hoe het ermee gaat ofzo. niemand weet het eigenlijk. Ja. Um, maar kijk, als, als, we, als we nu knippen en plakken op een geit bijvoorbeeld, hè, ja. en... Geprobeerd vier keer en dan mislukt drie keer en dat lukt dan een keer, dat is nog altijd niet de bedoeling, maar we hebben het hier over een geit. Als je zegt: van, Ik ga een keer proberen van een nieuw gen in een mens te knippen en dat mislukt drie keer, lopen daar drie mensen rond met een genetische vorm die nog nooit bestaan heeft op deze planeet, mm -hmm. die in het beste geval weinig of niets doet en die in het slechtste geval tot afwijkingen en ziektes leidt. Die nog nooit bestaan hebben. Dus waar dat ook eigenlijk niemand uh, immuun tegen kan zijn, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Of, of ja, genetische fouten, waar we de oorzaak niet van weten, waar dat geen, geen behandeling tegen is, enzovoort. Maar er is nog meer. Die drie mensen die je gecreëerd hebt, die kunnen enkel maar. Ja, nee, die drie mensen die je gecreëerd hebt, als die kinderen krijgen, hebben die allemaal één kans op twee dat ze diezelfde fout doorgeven. Ja. Ja. Dus zolang dat we niet kunnen. Heel efficiënt zeggen van, Kijk, we knippen en we plakken en we controleren. En de moment dat we die zwangerschap laten doorgaan, zijn we zeker dat dat juist is? Zolang dat dan niet het geval is, was er eigenlijk een consensus onder de genetici: we gaan het niet doen totdat het klaar is. Omdat je eigenlijk iets de wereld zou kunnen insturen dat voor heel veel problemen ja. zorgt en waar er nog geen oplossing voor is, ja. eigenlijk. En dat hebben ze, ja, dat heeft de wetenschap gelukkig wel geleerd uit het, uit het verleden. De tijd dat we dachten van hé, hey, een röntgenfoto, dat is iets tof. Flash, flash, iedereen röntgenfoto's tot als je dan gezwellen krijgt. En, <laughs> ja, Marie Curie is gestorven ja. aan haar eigen dingen. De, de eerste man die, die röntgenlampen maakte, die testte dat altijd op zijn eigen hand. Ja. Dus die maakte die lampen om te zien of het lukt. en dacht hij van, flash, fotokken. En die is dus echt geëindigd ook met twee geamputeerde armen omdat dat, ja, omdat dat vol kanker zat. Ja. Dus... Gelukkig is er nu meer van dat voorzichtigheidsprincipe. Maar een keer dat die CRISPR-technologie op punt staat, ja, dan komen de volgende vragen. Hè. Wat mogen we wel en niet knippen? Mm -hmm. als, ik, als ik nu zeg: van goh, ik wil een... een klein die een kampioen wielrenner is, mag ik dat daar laten implanten? <laughs> Vlaamse ambitie. <laughs> ja, 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 inderdaad. Ja. Nee, maar ik denk altijd aan Remco: even een poel. Hè. <laughs> ja. Of ja, of, of zelfs ja, of. of nerdiness, wie yeah. weet, alhoewel dat zal wel veel nerdier zijn ook, denk ik. Uh, ja. Wie weet, dat weet ik niet, dus uh. het is in ieder geval zeer populair tegenwoordig, je de dat Big Bang Theory, en ja, dat is uh. Er ja, ook mensen die dat al ineens hebben gehoord van CERN en de Large Hadron Collider, ja. waarvoor nog nooit iemand wist wat dat het was. Ja, ja. Dus het dus is op zich wel, wel... Je voelt wel dat in de cultuur, naar nerds toe, dan moet jij zeker weten, met je podcast en met alle dingen die je doet, dat er wel een appreciatie is Klopt. die er daarvoor niet was, denk ik. Dat is inderdaad nieuw. het nou, ja. ze begonnen met Dolly het schaap, dat is ondertussen lang geleden. Hè? Ja, jaren negentig. Uh, met wat ze nu zitten die een tijd dat ze hebben moeten overbruggen, was dat louter echt technologie of wetenschap, of zat er ook heel veel, uh, noem het dan, moraal of, of wetgeving, of uh, omdat je bezig bent op, op een territorium dat je daarvoor nog niet kende? Daar zit veel ethiek in. Maar is um... er zo'n groot verschil, even een, een uh, ja? domme vraag, tussen uh, een schaap naar een aap, naar een mens, zit daar ja. technologiegewijs of, of inzichtgewijs een in zo'n grote stap in, dat ze er 20, 30 jaar voor nodig hebben gehad? Ja, gek genoeg wel. Okay. Dus um, zoogdieren klonen op dit moment lukt geweldig vlot. Hè? Dus um, paardenpolospelers spelen bijna allemaal met een stal van zes gekloonde paarden. Gewoon, je hebt, je hebt een heel goed paard en dan vraagt een dierenarts, maak er maar een zes. En ja. dan klonen ze die zes keer en, en dan die zes, ze dat. En die zes, want dat is bij mij hetgeen dat die mij aan de kop altijd denk. Je, dus, je maakt er zes Kopieën eigenlijk van ja. die ene, maar dat zijn ook echt kopieën. Die zijn ook in alles even goed dan. Ah, dat is een heel goed punt. Ah, ze, ja. zijn, <laughs> ze zijn kopieën in aanleg. Ja. Maar wat merken ze? Die klonen van toppaarden doen het bijna nooit zo goed als dat toppaard. Ja. Omdat waarschijnlijk, oké, okay, die worden geboren met dezelfde genetica, maar in uh, vroege levensjaren, in eerste trainingen enzovoort, zit er toch altijd een klein verschil in. En sowieso, die toppers hebben waarschijnlijk overal chance gehad en overal de beste ontwikkeling gehad. En die kopieën, die hebben dan minder chance. Dus ze worden eigenlijk... Altijd een beetje minder goed dan wat ze van gekopieerd zijn. Ja. Maar paarden klonen, honden klonen. Iedereen die wil, kan zijn hond laten klonen voor 40.000 euro. Ja, dat was in... is uh, dat Korea? Of waar was dat te in, doen? In Texas is er een en in Korea is er één. Ah, ja. 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 Het was My Friend Again, of zoiets. Ja. Ik ja. heb ervan gehoord. Maar het, daar ook was weer de vraag. Jij hebt je hond, waar je veel van houdt, ja. die gaat dood. En je denkt, ik wil echt dezelfde. Maar dat kan toch nooit 100% dezelfde nee. zijn? Genetisch wel, maar... Mm -hmm. of dat hij op dezelfde manier naar u komt als jij thuiskomt, of dat ja alle trucs dat die dat hij geleerd heeft, alle angst of affectie. Allee, ik ken nu thuis twee katten um, die komen van bij mijn schoonouders en die hebben ze pas, ze hebben die pas gevonden als die een paar weken oud waren. Die kat was bevallen in de struik, dus de eerste paar weken van hun leven hebben die katten geen mensen gezien. Ja, we zijn nu twaalf jaar later en die zijn nog altijd schuw. Ja. Yeah. En als jij nu genetisch dezelfde kat maakt en van beide geboorte pakt, die in hun arm, krijg je een totaal ander beest. En bij die honden ja. is dat hetzelfde. Dus je maakt genetische kopieën, maar het is een illusie van te pijzen: het is dezelfde natuurlijk. Hè. Dat, ja. dat is gewoon niet zo. Ja, gelijk dan een tweeling ook: tweelingbroers of tweelingzussen, identieke tweelingen, ook niet helemaal hetzelfde. Zijn. Maar dus zoogdieren klonen heel goed, maar um, primaten en mensen zijn technisch moeilijker. Er is, een, er, er, er is iets bij het, bij het samensmelten van zaadcel en eicel. Is er iets bij primaten dat ingewikkelder verloopt dan bij de meeste andere zoogdieren. Waardoor dat apenklonen veel lastiger is. Het is vorig jaar wel gelukt met uh, macaken in China. Maar ze krijgen ze nog altijd niet gezond. Dus er, er zitten nog altijd foutjes in. Dus klonen is echt niet voor de nabije toekomst. Ja. Nee. En wat zijn de gezonde. Die sterven die sneller? Zijn die sneller onderhevig aan on, on bacteriën? Of uh, wat is dat dan? Wat je bijvoorbeeld hebt, is als je 120 embryo's maakt, dat er misschien maar drie of vier zijn die, die lukken, die levensvatbaar worden. Um, ze hebben nu een Chinees experiment gedaan, waarbij dat ze aapjes gekloond hebben, twee weken terug denk ik. Hmm. En die zijn allemaal wakko die ja. zitten elkaar de staart op te fretten en zo, die heel de hele tijd dus daar zit zelfs geestelijk zijn die, ja. zijn die zitten daar afwijkingen op dus ja. nog niets om met mensen te proberen zoveel ja. is duidelijk Zover. en als jij gewoon een soort uh, hoe zeiden dat, een soort pronostiek zou moeten doen ja. hoe lang denk je dat dat duurt voor we leren dat we wel daar zijn dat is geweldig moeilijk te zeggen en ik moet nu goh, in de in de gereguleerde wetenschap gaat dat echt nog lang duren we gaan het wel nog meemaken denk je dat? ja, we gaan het nog meemaken ja, ik wou zeggen, conspiracy geweest ik, ik zou bijna nou denken, als ik het om ons zou vragen dat er al iemand dat aan is in Moermansk of in... Uh, ja, wel, uh, maar yeah. dus, dat, dat ging ik juist zeggen um, in de gereguleerde wetenschap staat dat nog heel ver mm -hmm. in de achterkamerwetenschap is het zo goed als zeker dat dat nog niet gebeurt, omdat ze dat van die apen nog niet juist krijgen. Dus apenklonen gebeurt wel in de openlijk gepubliceerde wetenschap en dat krijgen ze niet goed. De moment dat ze daar een doorbraak hebben en dat ze zeggen: van kijk, nu weten we eindelijk wat een dag en dag en dag gemist, maar dat kunnen we zo oplossen. En de keer dat ze um, apen en primaten even routineus kunnen klonen als dat nu gaat bij paarden en honden, ja, dan is de kans um, verre van nul. Dat er een of andere ijdele, eh, superrijke mens zichzelf laat klonen. Als je nu kijkt naar het aantal ijdele miljonairs of miljardairs. die hun kinderen dezelfde naam geven als zichzelf. Mm -hmm. dan weet je wat dat er in je kop speelde. Hè. Dus dat idee van ik wil mezelf nog eens maken. Dat gaat sowieso voor dat soort mensen heel alokkelijk zijn, maar we weten, we weten nu zo goed als zeker dat het niet gebeurt, omdat de technologie er nog niet is. Is dat, is dat ook, want dat was eigenlijk het volgende ik wou vragen, want dat kost waarschijnlijk achterlijk veel geld. Ja. Uh, mijn vraag was eigenlijk, maar je hebt het al half antwoord. waarom, wat waar denken ze daarmee aan te verdienen? Je gaat daar echt, ik zou denken, is daar een militaire reden voor? Is daar, er is altijd een reden waarom dat ze geld steken, niemand doet dat zomaar. Dat is waar. En bij, bij, die, bij die paarden en die honden is dat duidelijk. Hè? Ja. Dus die, die paarden voor de paardensport. Die honden, omdat je mensen wijs maakt dat ze dezelfde nog een keer krijgen. Mm. Uh, daar is dat duidelijk. Bij, bij mensen gaat dat... Ja, ik denk dat, dat ijdelheid uh, een goeie is. Want dan uh, moet dat heel veel geld kosten. Want... Ijdelheid en kanonnenvlees. Ja. <laughs> ja. Maar kanonnenvlees kunnen kun je veel goedkoper anders maken. Dat is dat, misschien ja. ook weer al waar. Ja. Maar wat je hebt, dus die, die, een wetenschapper die geknipt heeft in die mensen, hè? Die, met die CRISPR-technologie... Um, die heeft dat volledig op zijn eigen gedaan. Dus die heeft dat niet aan zijn universiteit gedaan, die heeft dat in een privé-laboratorium gedaan. Dus ongecontroleerd door de staat, door de academische wereld enzovoort. En daar heb ik wel dat gevoel bij. Ik heb nu wel dat gevoel van: ja, maar oké, okay, we kunnen nu wel overal zeggen dat het verboden is. Als je het kunt doen in een privé-labo, had het waarschijnlijk ook wel aan het gebeuren zijn. Dus. Dat knippen en plakken in DNA, los van het klonen, hè. knippen en plakken in mensen... Ik, voor mij is de kans heel groot dat dat nu aan de gang is. Dat dat, dat, dat in India, ja, misschien in Noord-Korea, dat ze dat nu aan het doen zijn. En als je... Ja, je, hebt, je hebt die twee kindjes nu, die dat... Hè, die dat, ja. dat is een tweeling, die zijn genetisch aangepast ten opzichte van normaal. Dus dat is eigenlijk genetisch een andere soort, een klein beetje? Toch wel, of ja. niet? En ik zeg dat in mijn, in mijn voorstelling ook, en op een manier is dat... Ja, op een manier is dat... Goh. Enfin, ik zeg in mijn voorstelling, we zijn biologisch een andere soort geworden eind december. Ja. En um, dat is een beetje gechargeerd, maar ook niet zoveel. Ik denk, als je, als je biologische soorten opleist, en je gaat naar die overgang, de moment dat je als soort... Aan uw eigen hardware zitten prutsen. Mm. Ik heb vaak het gevoel, en dat is moeilijk om te beoordelen, omdat het nog maar twee maanden geleden is. Hè. Ik heb vaak het gevoel dat uh, vorige december. dat dat een van de meest fundamentele ingrepen geweest is. in wie dat wij zijn als biologische soort. die er in de voorbije 300.000 jaar geweest is. Ja. Het feit dat je actief ingrijpt in je eigen DNA. Ja. Dus hoe. Het is natuurlijk net begonnen en het is onmogelijk te voorspellen hoe algemeen dat, dat gaat worden enzovoort. Maar het zou mij niet verwonderen dat december 2018, dat dat op gebied van biologische klassificatie van de mens, dat dat echt een soort uh, kantelpunt wordt. Ja. 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 Want eigenlijk, eh, als, je, als je ons bekijkt zoals we doorheen de millennia al leven in... Hey, evolutie gaat heel traag. Ja. Hè? Dat is altijd. Er gaan duizenden, duizenden, duizenden jaren over. Um, zagde jij um, iets wat ik me altijd heb afgevraagd? Zeker als je van die hè, geeky dingen hebt, als die X-Men en mutants en hmm. Homo Superior en de volgende stap en de He, hoe dat de films ook beginnen, he. evolution moves very slowly and then sometimes it takes a gigantic leap of zo. Yeah. Hadden er ook zoiets zien gebeuren of ziede zoiets gebeuren in het, in het echte leven? Dat er een, uh, in het trapje van, van de evolutie, he, de mannetjes van Darwin, van de naap not de mens, dat daar nog iets achter komt? Of is dat hetgeen nee. dat wij nu aan het doen zijn? Daar komt sowieso nog iets achter en het is, het is momenteel eigenlijk zo goed als zeker dat die een volgende stap geen een toevallige evolutionaire stap wordt, maar een bewuste ingreep van onszelf. Ja. Dat, die die toevallige evolutionaire stappen gaan heel traag inderdaad. Mm. En ook evolutie allee, mutaties en veranderingen, daar zit geen plan achter hè? De natuur morst maar gewoon hè? Mm. Dus van de natuur probeer maar nieuwe dingen uit en 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 Eigenlijk, elke mutatie is een fout in je DNA. Yeah. En heel toevallig, eens in de honderdduizend fouten, zit daar iets tussen dat een beetje nuttig is. En al die andere fouten die, die, ja, die gaan uh, strompelend door het leven of sterven voor als ze geboren zijn. En yeah. af en toe heb er eentje die een beetje nuttig is. En gelijk um, recente aanpassingen van de mens zijn. Het feit dat wij melk kunnen verteren op volwassen leeftijd yeah. is een mutatie van 5000, 6000 jaar oud. Toen wij koeien begonnen houden. Mm -hmm. En iedereen die geen melk kon converteren, die ging dood in de winter. En die die wel melk kon converteren, die kon die koeienmelk blijven drinken. Dus dan hadden we een, een selectie. HIV-resistentie mm -hmm. is nu ja. aan een opmars bezig. Um, maar ja, dat zijn allemaal zo toevalligheden die dan een bepaalde richting uitgaan. Dus al die science fiction films, waarin dat een persoon plotseling een superpower heeft, dat. Dat bestaat niet, dat komt niet voor in evolutie, dat soort dingen. Je hebt altijd heel, een heel geleidelijke weg naar iets heel functioneel. Ja. Maar wij zijn nu heel duidelijk aan het overstappen naar um, eerst de genetische fouten eruit halen, dus zware ziektes eruit halen. Er zijn heel veel genetische ziektes die, volgens mij, op drie, vier generaties van ons niet meer gaan bestaan omdat we ze weggeselecteerd hebben, bewust. Mm. En dan gaat het naar aanpassingen, natuurlijk. En over natuurlijk, wat voor ja. ziektes, ziektes, hè? Dat dan over kinderziekten, bijvoorbeeld, of over... over... Vooral over hele zware ziektes die afhangen van één gen. Zoals ja. Huntington, sickle cell anemie, Omdat je nu al kunt die verschillende proefwijsbabies maken en er één uitkiezen waar de ziekte niet in zit. Ja. Met als gevolg dat die echt op drie, vier generaties tijd de, de wereld uit kunnen zijn. Ja. Um, dat gaat een eerste stap zijn en dan de mens verbeteren en zelfs ja, het het cyborg gegeven waar we ja. kunnen juist over beginnen want je hebt ja. natuurlijk ook buiten het feit dat ik zei dat je met genetica met mensen kunt gaan beginnen ja. je hebt ook van buitenaf hè, je hebt ook uh, robotica je hebt ook dingen waar mensen veel beter in beginnen te worden Mm -hmm. Als het al gaat met iemand die dan met zijn ogen te knipperen dingen kan doen. Zo'n aflevering dat, dat je gedaan hebt met Team Scheire, met ja. die Laszlo, die gehandicapte ja. jongen, die dat dan zo hè, lichamelijk... Dan, die dat dan kago kan gamen omwille van iets dat je ontwikkelt, waar hij ja. eigenlijk zijn, zijn lichaam niet voor nodig heeft. Zowel, zijn een spraakcomputer werkt ja. op zijn zicht, ja. inderdaad. Um, je hebt nu steeds meer ook brain-computer interfaces, dus dat is eigenlijk... Hersengolven uitlezen en daar proberen een betekenis aan te geven. Ja. Um, dus ja, Brain-computer interface, wordt veel over gesproken, maar staat in zijn kinderschoenen, met als gevolg dat je onmogelijk kunt zeggen of dat die er over tien jaar is of over honderd jaar. Ja. Dat weet je gewoon niet. Maar wat ook in, in, in Team Scheire zat, was um, een jongen met een cochleaire implantaat. En dat is. Ja, als je je afvraagt, bestaan de cyborgs al? Een implantaat is eigenlijk een cyborg. Dus dat is voor mensen die doof zijn. Ja. Um, en dat is een hoorapparaat, maar een klassiek hoorapparaat gaat eigenlijk gewoon het geluid opnemen en luider afspelen in je oor. Ja. Het probleem bij mensen die doofheid hebben voorbij het trommelvlies is dat ja, dat geluid komt gewoon niet binnen. Dus ook als je het luider afspeelt, gebeurt er niet. Dus wat doen ze dan? Ze, ze stoppen een. Um, een ijzerdraad, een elektrode, eigenlijk, rechtstreeks in uw binnenoor, dus in uw slakkenhuis. Mm -hmm. En ze sturen geen geluid door, maar een elektrisch signaal. Dus er staat een microfoontje op je hoofd, dat neemt geluid op, dat zet dat geluid om in een elektrische impuls en die gaat rechtstreeks je versus binnen. Yeah. Dus daar komt zelfs geen trilling niet meer aan te pas. Nee. En wat ik waanzin vond, dus die jongen was, was doof geboren en nog voor zijn eerste levensjaar cocaïne implantaat, dus die, die praat gewoon en je merkt er niets aan. Want hoe, hoe hoort hij zichzelf dan? Of hoe hoort hij andere dingen die binnenkomen? Is dat op een andere manier? Wel, er, er zijn mensen die eerst gewoon hoorden en daarna een implantaat krijgen en die zeggen van, vergelijk het een beetje met een oude telefoon. Zo dat metalige geluid van ah, een oude ja, telefoon. Ja. Zo okay. hoort hij. Maar hij heeft nooit ja. anders geweten. Hè? Nee. En ook die, die... Maar dat wil dus wel zeggen dat die, als ik nu tegen hem praat, die heeft er een soort effect op, maar die ja. hoort mij wel gewoon zeggen wat dat ik zeg. Wel, maar wat ik frappant vond, die jongen heeft, die, die heeft uh, het, het accent van zijn streek. <laughs> dus... Die klapt mij een accentje. Ja. Wat toch een bewijs is dat... Dat, dat... hem echt letterlijk dat hoort dat wat je zegt. Zuiver, ja, ah, ja, dat hij ja, heel dat dat zuiver binnenkomt. Maar, ja. en dat, dat vond ik echt... Je van... is niet Het is niet dat je zo'n soort bijna computergestuurde stem krijgt, nee. maar je krijgt echt letterlijk te ja. horen wat iemand tegen u zegt. En wat je wel hebt bijvoorbeeld, bepaalde geluiden zijn voor hem veel irritanter dan voor... Ons. Okay. We, we waren er op bezoek en er was iemand in een stoel verzet en die stoel die zei zo krik en dan zie je die echt in elkaar krimpen, Dus ja. dat is al juist één frequentie die iets te hard binnenkomt. Ja. Maar ook dat kunnen ze allemaal regelen. Maar de moment dat ik met mijn mond open stond, was als die op de PlayStation aan het spelen was en de Bluetooth van de PlayStation zat rechtstreeks in zijn kop. Dus die, die PlayStation maakt geen geluid, ja. hij verbindt zijn cochleaire implantaat via Bluetooth met de computer. Ja. en alles wat er gebeurt tussen die computer en zijn hersenen, op geen enkel moment is daar een echte trilling. Er is nooit een echt geluid geweest. Ja. Dat gaat dus van software. Jullie konden niet horen wat hij in hem toen was, maar hij kon het wel horen. Of? Ja, wij ja. konden het niet horen omdat er gewoon nergens geluid was. Die had ja. zelfs geen oorken in dat geluid maakt. Je hebt software op de computer, wordt een Bluetooth-golf in zijn hoofd. Mm -hmm. Die een Bluetooth-golf wordt omgerekend naar een elektrische puls en die gaat zijn hersenen zitten. Dus die cochleaire implantaten, ik vind dat waanzin dat we zo ver al staan. En voor zich is dat veel moeilijker dan voor gehoor, maar dat zal er waarschijnlijk ook op een dag komen. Ja. 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 Dus eigenlijk kunnen nu, als je het zo beziet, al niet echt meer doof zijn. Je kunt er altijd voor zorgen dat, dat, dat mensen die doof zijn iets kunnen horen, op als, zijn minst. Ja, of wel, ik denk of als, zijn er uh, nog manieren dat het niet werkt? Ja, ik denk als de beschadiging in je binnenoor zit, dan mm. kunnen je nog malchance hebben, denk ik. Maar dus je hebt, je hebt uh, 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 trommelvlies en dan heb je je botjes, hey, uh, hameraanbeeld, uh, uh, stijgerist, zeker, ik weet het mm. niet juist. En dan heb je die, 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 dat vocht in je binnenoor met dan trilhaartjes. Mm. En dus zelfs, zelfs als je je trommelvlies en je gehoorsbeentjes weghaalt, kun je nog horen, nu mijn een cochleaire implantaat, ja. ja. Ik denk als je binnenoor ook beschadigd is, dan waarschijnlijk niet. Of als je zenuwbaan beschadigd is, dan, dan, uh, dan ook niet. All right. Ja. En dat is, wow. Ja, dat is top, hè? <laughs> en dat zijn, al, dat zijn al cyborgs. Want ik moest heel hard lachen mee. Ik had een uh, Elon Musk gezien, eh, dat, dat hij in een uh, interview zei: Van wij zijn al cyborgs. Wij gebruiken, wij gebruiken een smartphone. Ja. Je loopt al een hele dag rond mee, een soort verlengstuk bijna van jezelf, ja. dat je vroeger niet had, waardoor dat je een enorme schat aan informatie. In uw hand tipt, dat je vroeger niet had. Zo bezag jij het al. En zonder dat je eigenlijk al een ingreep op uw persoon hebt, ja. dat wij toch al gedeeltelijk het een soort cyberintelligentie bestaan, mm -hmm. omdat dat niet in ons zit, maar een, een onderdeel of een stuk is. Je zegt geconnecteerd, en um, um, dat is ook de reden waarom dat er zoveel onderzoek is naar die brain computer interface. Je hebt een, een Belgische ingenieur, Jan Rabai, die in, in Berkeley uh, werkt, denk ik, zo vlakbij Silicon Valley in de universiteit. Ja. En die is altijd bezig met, wat is de volgende stap? In de jaren tachtig heeft hij de eerste plannen voor de iPad ontwikkeld, bijvoorbeeld. Ja. En nu is hij bezig met brain-computer interface, en hij, hij vertelt inderdaad dat. Hij zegt van, ja, wij zijn vandaag de dag geconnecteerd met een soort wolk van informatie ja. die eigenlijk waanzinnig is als je erover nadenkt. Gelijk wat wij ons nu afvragen, het, het is op, op een minuut tijd hebben we die kennis gevonden. Ja. En dat is waanzin. En wat Jan Rabai zegt, is: wat hem daar geweldig in frustreert, is, dat de bandbreedte tussen uw scherm en je ogen zo laag is. Dat is hetgeen dat Elon Musk zei net hetzelfde: ja. hij zegt, it's too slow. Ja, ja. inderdaad. De bandbreedte ja. is nu het verschil. Typen met je duimen en kijken met je ogen: sorry, niet zo efficiënt. En dus nu is Jan Rabai bezig met... Ja, euh, onder, ja, Neuralink is het bedrijf van Musk voor de mm -hmm. brain-computer interface. En Jan Rabai doet dan onderzoek um, aan de universiteit. Dat is volledig academisch. Dus hij is geen bedrijfsman. En zijn studenten gaan vaak naar Neuralink en dat soort dingen. En dus hij hoopt... Maar dat is echt nog toekomstmuziek. Er is nog niets concreet dat ze vast hebben. Hij hoopt van... Um, Heel veel sensoren in je hersenen in te brengen. Neural dust noemen ze dus ja. wat dat. Wat hij wil, is hij wil een sensor ontwikkelen die zodanig klein is dat je lichaam er geen af, afweermechanisme uh, tegen. Of geen Ja, ja Dat hij dat niet heeft. afstoten. Ja. Ja. Okay. Dus Neural dust. En dan hoopt hij dat je die minuscule sensor via de bloedbaan op allerlei plekken in je hoofd kunt binnenbrengen. En als je dat aan de <laughs> buitenkant kunt meten, wat krijg je dan? Dan krijg je van 10.000 meetpuntjes krijgt een bepaalde waarde. Ja. En dan hoopt hij. Dat is eigenlijk al benauwd idee, zal ik maar zeggen, van, van al die puntjes om iemand bijvoorbeeld vast te leggen op computer, dat ja. je dat eigenlijk doet mee. Klopt. ja. ja. En dan moet je kalibreren. Dan moet je zeggen van ja, uh, denk een keer een minuut aan tennis. En dan zie je van oké, okay, dan krijgen we die waarden. Denk nu een keer die zin, dan krijg je die waarden. En misschien, als die patronen een beetje kloppen, kunnen daar op termijn gedachten uit halen. Ja. Ja. Die uh... Ik keer zo'n filmpje gestaan. staan, uh, How Boston Dynamics Robots Became Internet Favorites. Mm -hmm. Ik gewoon even zo te zien, ik, um, dat is allemaal ongelooflijk, maar we hebben allemaal Terminator gezien. Ja ja ja, 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 En ook als ik u bezig hoor, wij zitten hier zo wauw, keep them coming, maar dat is heel raar dat, zelfs Elon Musk in dat bewuste interview ook mm -hmm. eigenlijk zijn angst voor. Artificial, artificial intelligence uitspreekt, ja, ja. maar tegelijkertijd is dan toch die een drang om zotter en zotter te gaan. Je moet gewoon dit zien. En dan gewoon eens snel denken wat het dat gaat zijn, als dat ding niet goed gezien is. Ja, ja, ja. Ah, hier ja. zit de big dog. Ja. 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 Nu, als er mensen zijn die vandaag bang zijn voor robots, heb ik maar, maar één goede raad, neem altijd een emmer water mee en je bent veilig. Ja. Ja. Maar hoe lang nog, dat weet ik niet. <laughs> Want je, je, hebt er straks ook al, uh, je hebt er straks ook al gezegd uh, over artificiële intelligentie. Hè? Ja. Hoe ver staan ze daar eigenlijk in? Artificial intelligence is, um, is de volgende revolutie. Hè? Ja. Dus Als ik uitgespeeld ben met een DNA-show, wordt dan mijn volgend onderwerp AI. Ja. Um, dat is goed aan het lukken op niveau 1. Hè? Ja. Dus um, tot tien jaar geleden, um, als je als tot tien jaar geleden een computer. Uh, het verschil kon laten zien in een foto, als een computer het verschil kon zien tussen een kat en een hond, dan hadden we een soort waanzinnig wereldproduct. Yeah. En dat is nu heel goed aan het lukken. Dus patronen yeah. zien. Yeah. Je, hebt, je hebt eigenlijk... Het, het voorbeeld dat vaak gegeven wordt is, je vraagt aan een computer om alle letters D te tellen in de Bijbel, yeah. en dat lukt in een fractie van een seconde. Yeah. Je vraagt aan een computer, is dit een banaan of een appel, en die kan dat niet. Yeah. Dat is lang het probleem geweest, dat zo patroonherkenning dat dat heel moeilijk was. En dan hebben je die nieuwe manier van programmeren gekregen met neural networks, dus veel meer zoals ons hoofd werkte. In plaats van die regeltjes: als er zoveel groen te zien is, is het een appel. Die regeltjes, dat marcheert niet voor patroonherkenning. Maar zo, ja, neural networks is op verschillende niveaus: de ene waarden bepalen weer een volgend niveau van waarden, en een volgend niveau. En als je dat lang genoeg traint en je zegt van uh, uh, nu was uw gok juist, nu was uw gok fout. Lukt dat heel goed om die, die patroon te laten herkennen. En dat is redelijk indrukwekkend, zo, wat je tegenwoordig je hebt, apps op de, op de smartphone. Um, uh, hoe heet het nu weer? Uh, Seeing AI, denk ik. Ja, seeing AI is een app die je gewoon kunt downloaden van Microsoft. Ja. En dus dan filmen de tafel en dan herkent hij object. niet zegt hij waterglas, uh, uh, koffietas, uh, persoon. Ik heb dat hier op deze telefoon dat is een nieuwe Samsung. dat je het Bixby of nee sorry, het is in ieder geval een soort vision Bixby vision. Ja. En dan moet je gewoon op iets doen en dan geeft hij bijvoorbeeld alle alternatieve winkels en al die hij herkent echt. Ik zal ja. dat doen en dan zegt hij die kunnen daar kopen. Ja. Ja. En dat ah, is ja. heel raar. Ja. Wel, maar dat dat is de nieuwe stap patroonherkenning. En um, wat, ze, uh, wat ze nu ook aan het doen zijn, dat is die, die trainingsalgoritmes daarvoor, die staan gratis online. Dus je hebt een website van Microsoft, uh, customvision.ai. En wat dat jij doet is, bijvoorbeeld, je um, um, zegt van ik wil een camera aan mijn voordeur die mijn gezinsleden herkent mm -hmm. en andere mensen niet. Wat doe je? Je pakt honderd foto's van elk gezinslid... En mm -hmm. dan pakte daarbij nog een keer duizend foto's van mensen die niet tot uw gezin behoren. Mm -hmm. En je labelt die allemaal met uw naam. En mensen die, die, die niet binnen mogen, label als stranger. Je yeah. stopt die allemaal in dat systeem. En daar komt een programma terug dat gewoon zichzelf traint. Kun je mee van alles doen. Als je als bepaalde foto's wilt trainen, dan ja, als jij zegt van ik wil, ik wil uh, Appels en Peren onderscheiden. Je steekt in dat programma... Duizend foto's van appels, duizend foto's van peren, gezegd wat dat wat is. en er komt software terug die getraind is om dat te doen. Dus je kunt dat gewoon thuis op je computer doen. Als je gewoon verschillende objecten kiest die je uit elkaar wilt kunnen laten kennen door de computer, kun je dat zelf laten trainen. En dat is nieuw en dat gaat wel heel snel. En dat is geweldig veelbelovend, omdat complexe patronen zoeken in dingen. Een keer dan een computer dat ook beter kan dan een mens. En daar lijkt het wel op dat dat zo aan, aan het worden is. Uh -huh. Een keer dan een computer dat ook beter kan dan een mens. Heb je weer een, een schat van nieuwe mogelijkheden. Net zoals ja, de eerste computers, de eerste PC's. Wat deden die? Razendsnel rekenen. En uh -huh. heel goed dingen onthouden. En heel veel data opslaan. En laten zien als je erom vroeg. Uh -huh. En dat was een revolutie. Maar als die ook patroonherkenning en zo beter gaan doen. Komt er een nieuwe revolutie aan, die AI. En de angst voor, ja, de angst voor zo ja, losgeslagen artificiële intelligentie. Zit hem niet echt in robots die de baas willen zijn. Omdat een robot heeft geen enkele reden om de baas te willen zijn. Waarom willen wij de baas zijn? Omdat ja, het wij... idee zijn totdat hem zelf denkt dat hem vindt dat hem dat moet zijn. Of dat hem zelf het gevoel heeft van ik ben eigenlijk beter in alles dan jij. Dus waarom zou ik? Dat nog klopt. ten Diensten van u moeten staan. Maar alles, alles wat je nu beschrijft. Mm. zijn menselijke, menselijke emoties. Ja. die gevormd zijn in de revolutie. Hè? Uh -huh. je, je, leeft, je leeft met een heel hoop apen in de groep. Je probeert een baas te zijn. en als het niet lukt. zorg er dat je zo hoog mogelijk staat. en je houdt constant in de gaten. als de baas verzwakt. kan ik het misschien zijn plek inpakken. Ja. Geweldig belangrijk om te overleven. en zeker om je voor te planten. in een groep primaten. Een computer heeft dat niet. Er is geen enkele computer kwaad omdat je hem uitzet. Ja. Een computer wil de baas van je huis niet zijn, want die, allee, al onze drang is gevormd door emotie en evolutie en een computer heeft dat gewoon niet. Dus dat is, dat is een beetje het karikatuurbeeld van AI. Dat mm. de computer opeens denkt van: Wacht een keer, ik kon de bas zijn. Waarschijnlijk mm -hmm. niet. Maar... Nee, je heb je ineens zo'n half antwerp accent, heb ik al natuurlijk. gemerkt. Als je dat niet eens doet, dat is dat zo: Ah, oh, voilà, ja, daar. Wacht even, ik kon de bas. In het Limburgs marcheert dat niet, hè? Nee, nee dat is Zeg, waar, Mag ik hier voor alles voor het zeggen hebben? Nee, dat even... gaat niet, jong. Sorry. Oh, Oké, okay, sorry dat ik ze stoor. Dat, dat is niet erg. Zwijg maar. Geef die antwerpen maar even terug. Ja. Die zal het u wel uitleggen hoe dat het werkt. Allemaal zwager! <laughs> Oké, okay, sorry dat we gestoord <laughs> hebben <een> aan <aanzag. laughs> Voorzichtig op de banen. <laughs> Goed thuis, hè? Ja, wel thuis, hè? Zeg, zeg volgende keer nemen we taart mee als gezellig. Dat is goed. Limburgse vlaai, en sandwich met kazennes. Gift niet hoort hier, die is van mij. Geen probleem, we hebben thuis nog. Hè. Hier zeg, laat smaken. Hè. Dat klinkt ook altijd een klein beetje als de imitatie van Guga van mij. <laughs> dat, dat, was, dat was redelijk funny, deze. Maar, ja. maar, maar, maar wat, um, ik denk wel wat die, die angst is, of hoe ver dat daar ligt. Want je hey, zegt, die hebben geen. Um, Menselijke emoties, die hebben die een drang niet, die zijn niet opgevoed ja. in, een, in een systeem waarin dat je je eigen bij van spreken op de top moet ja. vechten, of op een slijmerige, onderkruiperige manier er proberen te geraken, of hoe dat mensen het ook allemaal doen om, om hun positie te verwerven. Maar hoe intelligenter dan een robot wordt, hebben, dat, dat is toch altijd de grote angst dat die emoties gaan ontwikkelen. Dat die iets gaan ontwikkelen dat lijkt op menselijke emoties. Dat klopt, maar emoties komen allemaal evolutionair. Mm -hmm. het, 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 uh, Laten we zeggen, het eerste orde gevaar is, je ge geeft, ge geeft uh, artificiële intelligentie een doel. Mm. En per definitie bij, bij, bij machine learning, je ge geeft een apparaat een doel en dan laat het zelf uitzoeken hoe het dat het efficiëntst bereikt. Dat is heel het verschil met uh, rule-based programming, waarin ja. je zegt van eerst doe de dat, dan doe de dat. Nee, je laat, je laat het machine zelf de ideale route ontwikkelen om dat doel te bereiken, met als gevolg dat, als, als een machine learning algoritme zichzelf getraind heeft, dan niemand nog weet hoe, het, hoe die dat precies doet. Ja. Dat heeft die zelf ontwikkeld. Ja. Um, en daar zit altijd een gevaar in dat je zegt: van, Je moet nu dat doel bereiken. Maar ja, de, de karikatuur is. Um, je ontwikkelt een schaakcomputer. En je zegt: van, ja, uh, uh, Jij moet uh, zorgen dat je nooit verliest van deze opponent. En dat ding berekent: Wacht, keer, als ik die door zijn kop schiet, dan verlies ik nooit. Ja, ja, ja. Dat is de karikatuur. Hè. Dus ja. zo, zo karikaturaal gaat het niet zijn. Maar je zit wel met dergelijke gevaren. Die bijvoorbeeld op de beurs al duidelijk geworden zijn. Hè. De beurs zit vol met artificiële intelligente algoritmes waarvan dan niemand weet hoe dat die winst maakt. Ja. Die hebben gewoon zelf een patroonherkenning gedaan. En een paar jaar geleden hebben ze zo'n flashcrash gehad. Hè, dat ze op een paar seconden tijd een hele hoop dingen in elkaar aan het stuiken waren. Omdat die algoritmes tegen elkaar op aan het verkopen waren en aan het flippen waren. En alles gaan naar beneden. Dus ze gaan allemaal voor hun eigen doel. Ja. Maar samen maken ze het daarmee slechter voor iedereen. Ja. En dat zijn de eerste orde gevaren van artificiële intelligentie. En de tweede, ik denk een, een volgend gevaar, is dat die dingen zodanig goed worden, zoveel beter worden dan de mens, dat je die ook ja, als mens van kwade wil um, geweldig destructieve dingen kunt laten doen. En ja, wat dat voor mij. Ik geef die zo'n voorbeeld. Jawel, het, um, het, het, meest, uh, het meest creepy voorbeeld. En ik vind het gek dat dat niet algemeen geweten is, want dat is allez, voor mij waanzin. Je hebt, in een tijd heb je de schaakcomputer gehad. Um, uh, uh -huh. Die Blue, die Kasparov verslagen heeft, denk ja. ik. En hoe werkte dat? Heel simpel. In die computer zaten er gigantische, gigantische, historische uh, verslagen van vorige schaakspelletjes. En die was constant aan het kijken vanaf deze bordpositie, hoe kan ik in een positie komen van een spel dat ooit gewonnen is door iemand. Mm -hmm. En dus dat was gewoon number crunching. Proberen, ja. proberen, proberen, proberen. Um, de, uh, de volgende schaakcomputer, en dan zeker de, de, de AlphaGo, hè, zo, dat soort computers, die werken totaal anders. Die gaan effectief zichzelf leren schaken. En dus bij Go, uh, het, uh, het Japanse bordspel Go, is, ja. is gewonnen door een computer een paar jaar terug. En dat was een self-trained organism. Mm -hmm. Dus die computer heeft in dat spel heeft die nieuwe zetten uitgevonden. Ah, ja. Wat wil dat zeggen? De mens speelt dat spel 2000 jaar. En de collectieve mensheid slaagt er niet in in 2000 jaar om die tactieken te ontwikkelen. En die computer doet dat op een paar maanden tijd. Ja. Maar er is een volgende stap geweest, die vind ik geweldig ondergecoverd is in de media. Ze hebben daarna AlphaZero ontwikkeld. En AlphaZero is eigenlijk heel simpel: je hebt een computer die als belangrijkste functie heeft het zichzelf aanleren van spelletjes. Dus dat is geen specifieke Go-computer, geen specifieke schaakcomputer. Je hebt heel simpel een computer en als je die de regels van een spel leert. Dan kunnen je daarna zeggen: leer het u zelf. Ja. Dus dat hebben ze gedaan. AlphaGo Alpha was, een, je zou kunnen zeggen, een lege computer. Met natuurlijk daarop geprogrammeerd een, een heel sterk self-learning-algoritme. Mm -hmm. Die computer wist niets van schaak. Ja. Ze zijn begonnen met in de computer alleen maar de regels uit te leggen. Zo ziet het bord eruit: dat is de pion, die mag zo doen. En gewint als je de koning vastzet. Ja. Okay? Ja. En dan hebben ze gezegd: oefen tegen uzelf. Ja. Je speelt gewoon tegen jezelf de hele tijd. Wat dat werkt onthouden, wat dat niet werkt onthouden ook, dat proberen te vermijden. En zo, via deep learning, moest hij zijn eigen strategie ontwikkelen. Ja. Tussen het aanzetten van de computer en het punt dat hij de menselijke wereldkampioen kon verslaan, zaten vier uren. Holy shit. Dus van een computer die, <laughs> een computer die niets weet en dan een paar duizend jaar menselijke beschaving inhaalt, ja. zat vier uur. Ja. Nog een paar uur later ging die voorbij die Blue, hè, dus de vorige ja. schaakcomputer, en dus een van die grootmeesters heeft daartegen gespeeld en um, die zei achteraf al, uh, die, ja, achteraf zei die vanaf dat ik kind was, vroeg ik mij al af, stel dat we een buitenaardse beschaving tegenkomen, die ook kan schaken, hoe zouden die dat spel spelen? Ja. Misschien hetzelfde als ons, misschien anders dan ons? En hij zei achteraf, ja, nu weet ik het, hè. Ja. Die computer die ontwikkelde sommige strategieën die de mens ook ontwikkeld had, ja. compleet op zichzelf opnieuw uitgevonden, een paar uur tijd. En sommige totaal nieuwe zetten, ja. die mensen nog nooit gezien hadden en die beter marcheerden dan wat de mens kon. Ja. Goed, dat is schaak, dat is een heel zuiver afgeleend iets. Als je met dezelfde strategieën ook op um, politiek begint en op um, stemgedrag van mensen en een uh, um, militaire strategie, voetbal bijvoorbeeld. Mm -hmm. de, moment dat, de moment dat een voetbaltrainer bijgestaan wordt door een artificiële intelligent systeem, ja, ligt vlak Die vlak tactieken vanuit. ontwikkelt die ah, dat ja, de andere tuurlijk. ploeg nog nooit heeft gezien en die ah, ja, dat niemand ook nog ooit heeft gezien. Allee, in, 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 de, in de Premier League wordt er heel veel datalogging gedaan. <coughs> hè, waar lopen de spelers, wie past ja. er naar waar, dat wordt allemaal bijgehouden. Als je alle vorige wedstrijden van je tegenstander invoert in een... AI-systeem en al uw wedstrijden en speelstijlen ook, dan kan die heel goed zien welke speler dat er um, heel zwak staat om iemand ja, 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 ja. te dekken of heel sterk staat enzovoort. En dus een artificiële intelligent systeem, dat, dat, zijn, dat zijn altijd de wake-up calls bij artificiële intelligentie. De moment dat een artificiële intelligent systeem iets zegt waarvan dat iedereen denkt: dwaas, en je past het toe en het werkt beter. Dan wat de mens zelf verzonnen heeft, dan ja. denkt dat van alright. En dat is heel vaak aan het gebeuren bij spelletjes. Bij schaken, bij, schaak, bij um, Super Mario trouwens. Oké. Okay. Er is een, een artificiële intelligent systeem dat ze getraind hebben op Super Mario. Van, probeer wat je wilt en onthoud wat dat werkt. En die heeft een nieuw soort jump ontdekt. Als, ja. je, als er een blokje staat ergens. En je springt daar naartoe en geland halverwege tegen de zijkant zit er blijkbaar een pixel waarop dat je kunt weer afzetten dat volgende. Ah, ja, 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 en de machine ja, ja. heeft dat ontdekt. Ja. 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 En dat Want deze snijft die helemaal raar, maar de makers van dat spel wisten dat niet. Uh, wel, die wisten waarschijnlijk dat er daar een pixel een beetje uitstak. Of misschien wisten ze dat niet. Misschien was dat mm -hmm. gewoon door. Ja, in een tijd als je zo aan het tekenen was met die pixels. Misschien miste daar iets. Mm -hmm. um, maar nooit had er een mens bij stilgestaan dat je dat foutje kon gebruiken om nog een verdere jump op te doen. Omdat ja. het voor ons ogen ook niet te zien is. Ja, 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 ja. ja dat is mega zot man. Ja. En je zegt dan: hey, als, je die dan uh, als je een mens van kwade wilt, dat je ze dan de meest vreselijke dingen kunt laten doen. Wat zijn de dingen waar je dan het meeste bang voor bent momenteel als je daaraan denkt? Dat is voor mij nog niet heel concreet. Mm. Het enige dat je ziet, is dat je, hebt iets, je hebt iets geweldig krachtig hebt in handen. Ja. En um, de, het, het, het spooky daaraan is... Pak nu dat spelletje Go. Hè. Ja. Dus je hebt dat spelletje Go. Ik ken dat zelf niet heel goed, maar ik heb zo die verslagen gelezen van die een wereldkampioen die daartegen speelt. En blijkbaar, als je begint met spelen, um, zit iedereen een beetje aan zijn kant van het bord. En je kunt... Een, een, ja, uh, mijn excuses tegen de go-spelers, want ik had waarschijnlijk verkeerd uitleggen. Maar je kunt een bepaald aantal lijnen verspelen van van uw helft. Ja. En hoe verder dat je speelt, hoe meer risico dat je pakt. Maar ook hoe verder dat je speelt, als het lukt, hoe meer voordeel dat je ja. hebt later in het spel. Ja. Dus ver op bord spelen is een soort. Dat is een beetje gelijk. Uh, hoe zeg je dat? Gevaarlijk uh, speculeren op ja, de beurs. Ja. Inderdaad. En ja. als, als het mislukt, breng het niet op en zit je we zet kwijt. Ja. Maar als je er. Als je er voorbij gaat en het lukt, ja. dan heb je later in het spel een heel groot voordeel. Ja. En blijkbaar heeft hij in een AlphaGo twee rijen verder gespeeld dan wat gelijk welke topspeler Doe doet. tegen dan. Ja. Ja. Dus op een bepaald moment um, zegt AlphaGo, ik moet naar daar. En um, iedereen dacht van, ah oh ja, oké, okay, fout in het algoritme, uh, deze match is verloren. En wat blijkt... Een heel stuk verder in het spel, zorgt die zet ervoor dat hij gewoon ff, de hele loop van het bord pakt. Ja. En dat zijn de creepy momenten bij AI. Als die iets doet en je snapt niet waarom. En achteraf blijkt dat een geniale zet te zijn. Ja. En als je, dat kunt, als je dat kunt toepassen op allerlei andere dingen, de beurs is de meest voorspelbaar. Ja. Stel ja. dat er iemand opeens een soort aandeel begint aan te kopen dat niet veel waard is, dus en iedereen denkt van ja, maar door ergens anders het bedrijf op te kopen en op te doeken, kun je een hele kaskade ja, in de markt veroorzaken, waardoor datgene dat je heel goedkoop gekocht hebt, dat plotseling veel waard wordt. Allee, dat soort prutsen, en dan ja. heb ik het alleen maar over de beurs. Maar je kunt hetzelfde bij militaire strategie hebben. Je kunt hetzelfde hebben bij militaire strategie dat je een land binnenvalt, en dat je ergens een onbetekenend dorp begint in te nemen, en niemand snapt waarom, zelfs de generaals niet. Hmm. Maar uw artificiële systeem heeft berekend van ja, als je dat hier dat dan heb je die tegenreactie nodig van hen en dan kun je daar enzovoort. Dus ik denk dat daar een beetje, ik denk dat daar de grote verrassingen in gaan zitten als dat, als dat ingezet wordt voor, ja, militaire doelen vooral. Ja. Ja. Wordt dat al gedaan of is dat nog, uh, is dat tot hiertoe, ja, ik officieel? Ik denk het niet. Ja. Ik denk het niet, alhoewel dat ja, het Amerikaans leger met DARPA, hè, zo de, de mad scientists van het Amerikaans leger. ja. ja. Die zijn wel heel actief in dat, soort, um, in dat soort gebieden. Ik weet niet of ze het eigenlijk echt al gebruiken. Um, maar, ik denk, maar het is echt nieuw, hè, dat onderzoek, nee. die in, een die Alfa Zero is nu een jaar oud of zo. Ja. Dus dat, dat is allemaal langzaam bezig met, met, met verder te ontwikkelen. En ik denk dat mensen ook daar, daar wat voorzichtig in zijn. Ik denk als je, naar, als je naar een generaal gaat, die al jarenlang in de militaire wereld staat, dat hij niet zo happig is om iets compleet nieuw zomaar in één keer te proberen. Dus ik denk dat er wel wat tijd over gaat. Mm. Ja, want wat is dus ook wel grappig wat je er net zei, hè, met, met, uh, met die nieuwste ontwikkelingen in AI of zo van die, van die hè, de genetica, met die Chinese man die dat die twee, daar staat eigenlijk verrassend weinig in nieuws hè, dat soort ja, dingen. Dat is waar. Wat, wat is de reden daarvoor? Waarom denk jij dat dat niet zo snel... Je zou denken dat zijn misschien een aantal van de belangrijkste dingen die ons zijn overkomen in de voorbije jaren. En toch haalt dat het niet van klimaatspijbelende studenten of ja. zoiets. Wat, wat... Um, goh, dat is de reden waarom dat wij met dat Nerdland maandoverzicht begonnen zijn. Hmm. Omdat... Um... Je hebt redelijk wat nieuwsbrieven tegenwoordig. Futurism is er eentje van. Um, uh, ja, op Wired en dat soort dingen. Dus je hebt redelijk wat nieuwsbrieven die je echt op de hoogte houden van wat is er nu aan het gebeuren En um, ik droom al een tijdje van een extra time wetenschap. Gelijk dat je extra time hebt over de voetbal van de ja, week. Ja, ja. Dat je zo elke vrijdagavond zegt van. Wat hebben ze nu weer voor zotte dingen gedaan? En dat je gewoon op dezelfde manier babbelt over de wetenschap, wat we in die Nerdland-podcast proberen te doen. Dat jij moeten maken, denk ik. Uh, ja, ik weet het. Maar, en nu <laughs> komen we er, de, de wetenschaps- en technologieangst bij de brede mediacanalen is gigantisch. En waarom? Omdat ze er allemaal van overtuigd zijn dat je er mensen mee wegjaagt. Bij de VRT zeker. Hè? Ik bedoel, als het woord wetenschap valt bij de VRT, dan zien ze op twee benen dansen. Mm -hmm. We moeten voor, voor de beheersovereenkomst. Maar alstublieft, spreek het niet luid op uit, het woord wetenschap, want de mensen gaan wegzappen. Denken ze. Yeah. Terwijl je dat telkens weer ziet in de geschiedenis, als er een goed wetenschapsmagazine komt, en die zijn zeldzaam. En dan heb je ja, de Carl Sagan's, Neil deGrasse Tyson, crititulaar. Uh, mm -hmm. yeah. Altijd krijgt dat een zeer... Al ja, een, een relatief groot, maar heel trouw geïnteresseerd publiek. Yeah. Maar zenders zijn als de dood voor wetenschap en technologie. Ho, is... Hoe raar is dat? Want Neil deGrasse Tyson is toch een wereldster? Nou, ja, dat, dat is natuurlijk. een celebrity. Ja, ja. Dat is een celebrity. Ja. Ja, ik bedoel, als ja. je die in Elon, Elon Musk is, toch... Hey, Stephen Hawking. Tuurlijk, ja. ja. Dat zijn allemaal mensen dat die... Dat is toch dat raar, er... eigenlijk? Maar, wat, wat merkte in de media op dit moment? Alle zenders zitten in de penarie. Dus niemand wil nog voor een interessegroep kiezen. Iedereen wil het volledige publiek bereiken. En elk programma moet zodanig breed zijn dat het voor iedereen is. En zij zijn ervan overtuigd wetenschap en technologie is een niche-interesse. En dus Neil deGrasse Tyson is heel populair, denken zij, bij zijn niche. En Brian Cox is heel populair bij zijn niche. Maar wat zie je zeggen dat? Brian Cox heeft een, heeft een tour gedaan. Hij heeft dus een arena-tour gedaan met een wetenschapslezing. Ik ben, ze, ik ben ze gaan bekijken. Ze is boeiend, maar ze is gortroog. Er zit weinig visueel in, weinig humor in, als, als Robin Ince er niet bij is. Maar um, die heeft... Wat was het nu weer? Ik denk... 56.000 tickets verkocht voor die tournee. Dus hij heeft nu het Guinness World Record van meeste verkochte tickets voor een wetenschappelijke lezing ooit. Ik ben hem gaan zien in Apollo Theater en die heeft hij drie keer op rij uitverkocht. Dus dat is een paar duizend man, ja. die echt een uur en een half zitten te kijken naar een fysica die met slideshows en grafieken uitlegt hoe dat de kosmos ontstaan is. Het is geen niche-interesse meer. Er is een hele brede interesse in wetenschap en technologie. Maar, waarom, maar die zijn nu toch altijd mee met tv en media. En met het feit dat die, dat die daar altijd blijven aan twijfelen. Dat vind ik zo ja. raar. Is dat dan. Allee, ja, ik weet dat dat, dat, dat voor u ook niet altijd even gemakkelijk is. Want jij werkt ook voor de tv. Dus ja. je wilt ook geen collega's gewoon doodschoppen of, of foute dingen zeggen. En dat snap ik ook. Niet dood. Een blauwe plek. Do, dat is goed genoeg, ja. Ze moeten een beetje kreupel. Die moeten niet dood zijn. Maar, maar ik, vind, ik vind dat zo jammer dat die altijd. Hè, je hebt ook, we, hebben, we hebben zo vaak dingen moeten horen over. Als je afkomt met ideeën voor iets, dat ze zeggen. Daar is Vlaanderen niet klaar voor. Daar is de kijker niet klaar voor. Daar bestaat geen publiek voor. Mm -hmm. Dat soort nonsens, terwijl constant het tegenovergestelde wordt bewezen. Wat dat specifiek voor, voor wetenschap en technologie, um, wat dat mijn theorie is, is dat mm -hmm. um, de media, uh, de media heeft een natuurlijke instroom van mensen die uit humane wetenschappen komen. Ja. Mensen die uit de kunsten komen. Ja. Er zijn heel veel germanisten die op de VRT werken, geschiedkundigen, politicologen, mensen uit Sociologen, de kunsten, enzovoort. Ja. Ja. Mm -hmm. En dat is ook zo. Als je rondloopt op een redactie van Radio 1 of Studio Brussel of, of tv-redacties, je ziet heel veel verschillende diploma's. Mm. Maar bijna oh. allemaal uit de uh, humane wetenschap. Met als gevolg dat ik denk dat dat gewoon door die instroom... In want het zijn ook die mensen die verder doorgroeien en om een duur de, de creatieve beslissingen gaan maken. Ik denk door die toestroom dat er echt een soort vertekend beeld is van wat de mensen boeiend vinden. Mm. Omdat het publiek waar wij het net over hadden, die Big Bang Theory kijken, die Neil deGrasse Tyson volgen, die heel geboeid zijn door dat nieuws en door Musk enzovoort. Er zijn er heel weinig van dat profiel die op beslissingsniveaus terechtkomen in de media. En dat is mijn theorie, dat gewoon door die een instroom uit de humane wetenschappen, dat die een blinde vlek hebben voor dat deel van de samenleving die echt zit te wachten op wetenschap en technologie nieuws. Mm. De media is humane wetenschappen gericht, ja. Zijn je ja. programma's een soort compromis? Dat je er humor in steekt, ook al is dat ook je echte gezondheid? Um, het eerste dat ik gedaan heb was in, in de laatste show, zo die 10 minuten fysica. En dus we hadden dan... Dat weet ik nog, ja. Ja, wel, ze zijn begonnen met Dirk Drouwlands, hè, die, die, die mm -hmm. elke week zo zijn 10 minuten biologie kwam doen. En biologie, sava. Biologie krijg je echt wel op tv, omdat ja, je kunt dan beesten meepakken, en het is aanschouwelijk, mensen kijken rond en zien ook natuur. Mm -hmm. Dus biologie krijgt de gemakkelijkst verkocht van de wetenschap. Die rubriek van Drouwlands was heel populair. En we zaten toen in een periode dat um, woestijnvis nog uitging van zijn eigen kracht. En zei van, kijk... Wij willen tegen beter weten in onze eigen beslissingen maken en af en toe een risico pakken. En toen zeiden ze met de redactie van de laatste show. als we nu een keer elke dag één wetenschap doen. Dus maandag biologie, uh, dinsdag uh, geschiedenis, woensdag medische wetenschap, donderdag fysica. En dat hebben ze toen gedaan. Ik denk dan uh, een van die dokters is dan die de medische dingen komen doen. Um, en ze vroegen aan mij of dat ik die fysica wou doen. Ik had tot dan alleen maar comedy gemaakt. En ik weet nog, bij die eerste vergaderingen was dat echt zo van: um, het is een risico, maar we vinden dat we het moeten proberen. En begonnen zij van: ja, goh, weet je wat, als, als jij in het programma zit en we zetten voor u een voetballer en achter u een Vlaamse zanger, gaan de mensen niet weglopen. Dat was. Dat was echt een insteek. <laughs> en, dan... en hier hebben we ook ineens een antwoord op. Uh, lieve van Giels. en waarom dat je verschillende dingen in je programma moet steken. Ah ja, ja, absoluut. Ja. Als je iets zwaar wat verteerbaarder moet maken. Ja, voilà. moet het omringen met wat luchtige ja. nonsens. Maar wat bleek in de rubriek. de mensen wilden dat weten. Ja. En dat was een soort verrassing. van tja, mensen lopen niet weg. Wat gek. Maar goed, daarna. scheerende schepping. Uh, Scherende schepping was ook niet evident dat dat gemaakt ging worden. Hè. Dat de... schepping was het laatste programma dat gemaakt is door Woestijnvis voor de VRT. En toen je dat concept ging gaan uitleggen, was dat oeh dat is toch meer canvas en zo en oeh, en, en al dat alleen dat was echt piepkrak en ai. Maar de VRT moest dat programma contractueel kopen van Woestijnvis. En goed. Eh iemand binnen Woestijvens, en ik ga uiteraard geen namen noemen, oh. toen dat wij dat aan het ontwikkelen waren en uitlegden, Kijk, dat is de bedoeling en we gaan echt uh, over inhoudelijke dingen en boeiende weetjes babbelen, en vooral dat we erbij zijn we gaan de comedy niet voorbereiden, dat was vloeken in de kerk, hè. op dat moment, panelprogramma's dat was allemaal uitgeschreven jokes en toen heb ik iemand nog horen, horen zeggen binnen Woestijvens, goh ja, dit is ons laatste programma voor de VRT, als er maar 600.000 dus man kijkt, gaat het ook niet geven hè. de scheidende schepping is er echt per ongeluk gekomen door een soort hiaat. Op dit moment, Gij de schepping maken vanaf nul onmogelijk. Dat was toch succesvol? Wat, en, 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 ja, ja, nee, nee, maar dat bedoel ik. Ah. Nu dat ze weten dat het goed ging, ah. oké. Okay. Maar stel dat Gij de schepping er niet geweest was en ik wil nu met dat concept afkomen. Er is geen enkele zender die dat zou doen. Dus geen Gij, eigenlijk in, want Gij werkt nu al een heel tijdje voor de tv. Gij hebt al veel dingen gedaan. Gedaan ja. van uw eigen. Programma, een soort sketch-achtige programma met neveneffecten. Tot Willy's en Mariette. En zo fictie-dingen. Nog mm. ze het ineens overgegaan naar dat soort dingen. Ga je hebt dat meegemaakt? Dus jij zegt nu ook al van. Een heel aantal van de dingen die, die ik toen gedaan heb. Daar zou ik nu al niet meer mee moeten aankomen. Uh, um, dus er is bij... zo drastisch veel veranderd. op zo'n korte tijd eigenlijk, oh, ja. dan toch? Oh, maar, ja. maar goed, ik moet er wel bij zeggen. de situatie waarin dat wij begonnen zijn. met. Uh, Woestijnvis, die heel sterk stond tegen de VRT. Mm -hmm. Dat is uniek, hè? Een, 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 productiehuis dat, een productiehuis dat eigenlijk de lakens uitdeelt richting de zender in plaats van omgekeerd. Mm -hmm. Dat is absoluut uniek. En ook nog een keer binnen het productiehuis een sfeer van... Wij moeten altijd een stap verder gaan. Wij mogen niet voor de status quo gaan. Wij mm -hmm. moeten nieuwe dingen proberen, enzovoort. Het feit dat je Kamagurka in Man bij het Hond steekt... Ja. Ja, dat is, dat is echt om te zeggen van. Um, Oké, okay, man bij het hond is kamerbreed. Maar wij zijn er zeker van dat we met Kama iets kunnen uitwerken dat en credibel is en verteerbaar voor de mens enzovoort. En dat was typisch de woestijnvisfeer van toen. En volgens mij was die toen al uniek in Europa. Ja. En die is nu weg. Ja. Dus als je even de programma's over. Overloopt... En dat is veranderd vanaf het moment dat ze eigenlijk hebben besloten vanzelf die zender helemaal te gaan runnen. Of, uh, want die zijn toch. Welke zender was dat? Vier. Vier, hè, ja. Ah, wel, maar dat is moeilijk omdat um, de, de beslissing van Water van Noot en Eriquatee om weg te gaan bij de VRT was net omdat zij zagen dat die positie aan het verminderen was. Ja. Dus het is niet zo dat zij vanuit een machtspositie gezegd hebben van en nu gaan we het zelf doen. Van de ja, zo merkte... kwam dat bij mij altijd over. Ik dacht wel, dat het nee, dat was, maar nee. dat blijkt niet. Van der waarom... Noot merkte, merkte van dat vertrouwen bij de VRT is wel weg. Ze beginnen toch meer vragen te stellen, ons budgetten moeten naar beneden. En dat vertrouwen was de essentie van Woestijnvis. Het feit dat Woestijnvis van zijn eigen kracht kon uitgaan. Het schoonste voorbeeld is het eiland. Mm. Jan Helen maakt het eiland. Ja. Die filmt daar een pilootaflevering van. Ze toont die aan de VRT en de VRT zegt: niet goed genoeg, we moeten het niet hebben. En Woestijnvis zegt: dat is jammer, maar Jan wil dat absoluut maken, we gaan het toch doen. Ja. En dan hebben ze de reeks toch gemaakt. En als het klaar was, hebben ze gezegd aan de VRT: nu ziet er zo uit, wat denkt er nu? En dan heeft de VRT gezegd: alleen dan. En dan is dat een gigantische succesreeks geworden. Ja. En Van der Houten merkte dat dat aan het verdwijnen was, dat dat niet meer ging lukken in de toekomst. En daarom zeiden. Alleen dan kregen ze niet meer. Ja, gewoon het, het, kunnen, <tus> het kunnen zeggen: wij zijn ervan overtuigd dat het wel gaat lukken en je zult wel zien. Ja. Wat dat echt, in, echt wel een essentie was bij Woestijnvis, om de goede dingen te maken, dat was aan het verdwijnen. En daarom heeft hij besloten um, om de gok aan te gaan. He, want dat was een, een gok, om de gok aan te gaan van: oké, okay, als ik mijn eigen zender heb, kan ik dat wel. Ja. Wat bleek achteraf? Het was net omgekeerd. Als je een eigen zender hebt, heb je zoveel verantwoordelijkheid. Ja, kijkcijfers tuurlijk. en adverteerders, dat je ja. eigenlijk niets niet meer kunt. Ja. En dat was, dat was de miserie. Ja. En je zou toch denken, hoe raar dan ook. De, als, je, als iemand als Wouter van den Houten of zo, zoveel ervaring heeft met samenwerken met een zender, dat je dat dat kunnen zien aankomen. Zeker als je dat voor een commerciële zender gaat doen. Ik, De adverteerders God. is toch altijd het excuus dat gebruikt wordt om dingen niet te doen. Ja, maar ik kan, uh, allee, je, zou, je zou dat achteraf, achteraf kunnen zeggen: van, dat hadden ja. we nu toch zien aankomen. Maar op dat moment, ik vind dat nog altijd. Allee, uh, ik vind dat nog altijd wel een, een legitieme gok van hem op dat moment. Ja. Um, er zijn alleen een paar dingen die gigantisch onderschat zijn. De conservativiteit van adverteerders. Hè? Want in het begin waren er grote dromen. Hè, van, we gaan de reclameblokken verwerken, we gaan ze anders invullen, enzovoort. En die adverteerders zeiden van, geen experimenten met ons. Hè? Gewoon mm. reclameblokjes met spots en geen gezeven, want we moeten het niet weten. Um, ja, de, de... De zendertrouw, waarschijnlijk. En ik denk de grootste onderschatting is... Um, je kunt je woestijnvisprogramma's wel op die zender zetten, je moet de rest van dat senschema ook nog vullen. Hè. Ja, 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 tuurlijk. En dat was het grote probleem, dat je... Je komt toe in... Ja. Je komt toe in Doverpoort in Gent. Een zeer goed draaiend concept. En je zegt van, en nu gaan we hier een... Uh, een um, uh, sterrenrestaurant openen. Ja. En dan denkt je bij jezelf, ze gaan wel komen voor de pintjes, en de studenten gaan dan bij ons wel... Uh, een sterrenmaaltijd komen eten ook, en dat, ja, da, da, da pakt het niet. Maar dat is allemaal achteraf, ik, ik denk dat, nee. ja, ik vind dat niemand met de vinger kan wijzen, jij had dat kunnen weten, ik denk dat niet, nee. Ja. nee. Het gaat een hele tijd uh, bij de VRT gezeten, ja. hè? Daarnaast als je bij Stijnvis weg wordt, had je een exclusiviteitscontract bij de VRT. Nu zit je bij VTM, hoe anders is dat, of hoe... Uh... Goh, ik zit te, ik maak een programma voor de VTM, maar ik ben niet exclusief bij VTM. Dus eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, ik werk voor het productiehuis. Um, en wat dat betreft, kan ik moeilijk zeggen hoe dat is om intramuros voor de, voor de VTM te werken. Dat weet ik niet. Hmm. Uh, wat, ik mel, wat ik wel merk is dat, dat ja, het, de VTM-karikatuur van de jaren negentig, die is ja. long gone. Ja. Dat, dat bestaat gewoon niet meer. Gemerkt dat VTM ook altijd maar opschuift naar proberen iets credibeler te zijn en, en ook dat publiek mee te pakken. Ja, met um, uh, Ruud Beekman en, en, mm -hmm. en, en Tim van Haalst en Jens bijvoorbeeld. Ja, dat zijn toch allemaal VTM-gezichten die je vroeger nooit verwacht had. die nee. de um, En de VRT is volgens mij ook een beetje aan het opschuiven aan de andere kant. Die willen op vrijdagavond ook een grote sterrenshow en zo. Dus die. Die VRT van vroeger, zo die grijze uh, Jan Bekaus-VRT, ja, ja, ja. die bestaan er meer. Die is aan het opschuiven. En die VTM is ook aan het opschuiven. Dus die komen steeds dichter bij elkaar. Um, en ja, dat zijn nieuwe tijden, maar bon, ze zitten alle twee in een stervende branche. Dus ik weet niet of wat er veel toekomst in zit. Ja, Dat, ja. dat, dat zullen wel. Want zelfs, eh, je, je ziet zelf in podcasts, je, je doet zelf, eh, ik zal maar zeggen. Nee, maar wat toch heel vaak, hè. dit eigenlijk ook, is gewoon een alternatief voor het gesprek dat ergens over gaat dat je ja. nooit hoort op de tv, hè. wat altijd gezegd wordt over talkshows en over geen diepte interviews meer en het ja. gaat allemaal over niks. En je, dat, je is zelf groot geworden en, en je hebt ook heel, heel goed uh, meegedraaid in dat systeem van tv. Jij ja. ziet dat niet meer gered worden. Jij hebt zoiets nee. van, deze gaat weg. Um, voor mij, lineaire Vlaamse tv kan alleen nog maar krimpen. Hè. Er, er is, ik kan mij niets inbeelden, en natuurlijk kun je iets missen, ik kan mij niets inbeelden waarin dat lineaire tv nog omhoog gaat. Um, de strategieën die gevolgd worden zijn zelfdestructief Als zijnde, wat doen ze? Goh, het gaat slecht met de kijkcijfers, we gaan nog een zender bij oprichten. Hmm. Met als gevolg dat alles steeds breder uitgesmeerd wordt. De, de, de kijkcijfers van vroeger heeft niemand meer. Met als gevolg dat je uh, met hetzelfde TV-makerstalent en met hetzelfde TV-makersbudget. moet je opeens drie, vier keer zoveel maken. Het verliest geweldig veel van zijn aanlokkingskracht. Stel dat wij nu met neveneffecten zouden begonnen zijn. dan waren wij een YouTube-kanaal begonnen. Hè. Dan waren wij niet naar Woestijnvis gegaan. dan waren wij een YouTube-kanaal begonnen. Ja. Dus de instroom valt weg. En ook, um, ik denk ook dat wij geweldig tussen twee stoelen aan het vallen zijn. Als zijnde, je hebt, uh, je hebt de, de YouTubers die heel veel overpakken, die gewoon lokale content maken, die heel herkenbare dingen maken, die, die dicht bij hun publiek staan, die in interactie gaan met hun publiek. Allemaal dingen die de lineaire tv niet heeft. Maar YouTube is low budget. En aan de andere kant heb je de... de Internationale succesreeksen die steeds groter en talrijker worden, de, de, de Game of Thrones en, en ja, alle, alle Netflix-catalogies. Mm -hmm. En ik zie heel die Vlaamse lineaire TV tussen die twee gewoon Karima in elkaar steken. Omdat als je lokale, credibele dingen wilt waarmee dat je kunt connecteren, YouTube. Hè? Als je echte production value en echt doordachte scenario's wilt zien, heb je dat anders. En daartussen, dat, dat, ja, dat verdwijnt. Is dat dan eigenlijk ook, dat, wat je hier een klein beetje hoort, je buiten het feit dat je inderdaad door YouTube heel weinig jong creatief talenten daar binnenkomt, want die doen dat dan allemaal zelf ja. tegen een klein budget. Dat is ook een beetje een budgetaire kwestie. Dat is een numbers game. We hebben ze een te, hmm. klein, een ja. te kleine rijkwijde, dus je kunt ook niet het soort budgetten er tegenaan smijten dat ze, dat ze in Amerika kunnen of zo. Ja. En dan zie je die Scandinavische reeksen die zo super populair zijn. Dat is toch iets dat hier wel haalbaar is, denk ik. Dat klopt, ja. Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, die Scandinavische reeksen die hebben, die hebben hun naam gemaakt. Hè. Op een bepaald mm -hmm. moment hebben die de naam gemaakt van oké, okay, de Scandinavische krimi. En natuurlijk, als je dan naar een investeerder gaat en je zegt van kijk, ik heb hier een scenario het is redelijk prijzig om te ontwikkelen mag je zien zelf dat we in die internationale golf zetten dan ga je dat loskrijgen, mm. maar ja, hoe dat je die een bus krijgt rond, rond een bepaalde fictiemarkt en onze fictiemarkt is goed hè in, mm. in Vlaanderen dat is wel zo. Ja, toen een ja, paar keer Diomedisa en uh, Rasa en, ja, en de dag. ja, hoe heet dat dan dan weer al uh, Bossejour. Ja, ja, je ja, hebt heb meer en meer nu hè. De ja, tijd van ja. uh, bossen van Vlaanderen is echt al wel lang achter ons. Ja. Ja. misschien zit daar iets in hè, van inderdaad mm -hmm. lokale fictie te maken, maar dan wel onmiddellijk met idee we gaan ermee naar het buitenland. En ja, dat ook... ja, 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 ja. Alhoewel, dat is nu wel een beetje aan het wakker worden, inderdaad, met die reeks die je opnoemt, begint mm -hmm. dat wel een beetje van, goh, wij kunnen dat wel. Maar mm -hmm. het is zelden het is nog het zelden nog de insteek waarmee dat gaat beginnen dan, ficties. Hè? Ja. En dus, want ja, daarnet vroeg de onze begintijd bij, uh, bij, op, bij de tv. Ja. Als, stel dat wij nu 22 jaar oud zijn en wij zijn neveneffecten die gekke dingen doen op een podium. En wij komen langs bij Woestijmes en we zeggen: We willen hier een uh, komisch sketchprogramma maken. No way. Ja. Onmogelijk. Dat was op Canvas ook nog toen. Hè? Uh -huh. Onmogelijk. Um, uh, uh, Willy's en Marietten. Uh -huh. Oké, okay, ja. Uh, Bart de Pauw was toen echt een hele grote naam. Met als gevolg dat als hij zei: Ik maak een zondagavond, dat werd wel vertrouwd. Maar of dat we het hadden mogen doen na de eerste testopnames, ik uh -huh. denk. Ik denk niet op één en zeker niet op zondagavond, denk ja. ik. Basta, compleet onmogelijk. Ja. Nooit van zijn leven dat je nog op die manier mocht werken aan het programma. Een jaar en een half hebben we gewerkt aan zes afleveringen. Wat ja, want dat is ook is. heel zot, vooral die aflevering met dat, met dat belspel, dat jullie ja. echt een infiltrant hebben gehad. Hè? Ja, ja, ja. En als ik daaraan terugdenk, wij hadden geen besef van hoe, hoe uniek dat onze omstandigheden waren, hè? Ja. maar vandaag de dag echt onmogelijk. En Scheer en de vragen, Schepping, ja, ook. Die gast die, die, gast die dat toen gedaan heeft, ja. hoe is het daar eigenlijk mee? Want heeft die je daar doel. niet enorm veel gezeik mee gehad, met het feit dat je... Die... Ja, ja, maar Maxime gaat altijd voor het avontuur. Hè. Ja. Dus, um, we, we wisten vrij snel dat dat de juiste was daarvoor. En, en uh, allee, ja, nog altijd staan we in het krijt, vind ik, bij Maxime. Mm -hmm. Die is jarenlang persona non grata geweest op de VTM. Maar dat nu kan speelt ik me wel voorstellen, ja. Nu speelt hij in familie. Nou ja, dat is speelt mee ja. in familie. Ja. Want wij waren, we hebben dat daarnet nog gezien, ja. eh, toen jij eraan kwam. Ja. En wij waren heel klein ontdinken. We waren echt zo werkvloer ontdinken. Zo ja. Die heeft collega's erbij, die belspelletjes. Mensen waar ja. ja. ze een half jaar een relatie mee opbouwt Babbelen uh. over het weekend. Dit of dat. Die moeten je toch even gehaald hebben. Um, volgens de geruchten, en dat zijn onbevestigde geruchten. Volgens de geruchten uh, heeft er in de weken na de aflevering van Basta. een... Um uh, Vogelpiekbord met zijn foto uh, <laughs> op die redactie gehangen. <laughs> maar goed... Ja, dat um... kunnen we ons wel voorstellen, want je hebt ja, toch ook... Joe, je hebt dat programma gemaakt, dat was ook veel besproken, maar dat heeft ook eigenlijk een gigantische impact gehad, zeker op die belspelletjes, want die zijn ja. effe van de tv verdwenen. Hè? Die zijn wettelijk verboden, behalve in Wallonië. Daar bestaan ze nog steeds, echt waar. Hè? Dus <laughs> ja, ja. in Wallonië hebben ze nog constant belspelletjes, en uh, Gaëtan, die bij ons ook de, de code gekraakt had toen. Uh -huh. Gaëtan volgt die allemaal op. Uh, die schrijft alle inbreuken op van de Waalse belspelletjes. En die stuurt die op naar de kansspelcommissie. Daar wordt niets mee gedaan. Uh -huh. Hij heeft via andere politici parlementaire vragen laten stellen over die Waalse belspelletjes. Want het is exact ja. hetzelfde bedrog. Hè. Het, is, ja. het is gewoon antwoorden maar wat, wat, wat die niet op, op, op wat, 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 wat was het bedrog eigenlijk op zich? Het bedrog gaat als volgt. Je hebt um, een rekenspel dat er simpel uitziet. Mm. Dus er staat iets van uh, uh, 7 x 8 in letters of zo. Maar daar, daarachter verborgen zit een, wat zij dan noemen, ingewikkelde rekensleutel. En wat ja. is dat? Als je een letter E hebt, mm -hmm. dan kun je het stokje van de E ook lezen als een I. En dat is een Romeinse 1. Dus dan moet het bij het geheel bijtellen. Ah ja, op die manier. Ja, oké. Okay. Maar dus op het eerste zicht ziet dat er gemakkelijker. Dus u rekent soms altijd fout, ja. basically. Ja. maar als gevolg dat mensen gewoon inbellen en er geld zitten opbellen, want ze denken, ik ben ongeveer ik, ik de buurt. Ik weet het. Ja. En uh, op het einde gaven ze een tip. Dan gaven ze de eerste drie cijfers en dan moesten nog eentje invullen. En als je gokte, één keer op tien, zat het erop. Ja. Dus het was iets onoplosbaar dat mensen constant een indruk gaf dat ze konden raden. Het was geen kansspel, dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Het werd voorgesteld aan een kansspel, maar dat was het niet. Maar daarbij uh, kwam nog dat ze geweldig slordig waren en heel veel fouten maakten. Dat zelfs volgens een ingewikkelde rekensleutel, dat, dat ze er vaak naast zaten. Omdat dat ook niet uitmaakte, er was niemand in België, behalve Gaëtan af en toe, er was niemand in België die het kon berekenen. Dus of dat ze de juiste uitkomst gaven of niet, kon hen toch niet schelen. Mm -hmm. En goed, allez, um, je kunt inderdaad zeggen, uh, uh, ja. Hij had een vertrouwensrelatie met die mensen en hij kwam er over de vloer enzovoort. Iedereen die werkt voor die belspelkens, want achteraf waren er heel veel van oh, we wisten dat niet enzovoort. Zeven. Als je, als je één aflevering volledig bekeek, wat dan niemand deed, hè? Dus mm -hmm. de gemiddelde kijktijd was zes minuten naar ja. zo'n aflevering. Ja. Als je één aflevering volledig bekijkt, dan zie je gewoon dat dat boerenbedrog is. Ja. Laat staan als je het presenteert. Ik bedoel, je weet dat. Ja. Die als gevolg, ja, je kunt achteraf niet zeggen, ik wist van niets. Ja. En van waar is dat vertrokken? Was dat iets dat jullie bekeken hadden en zeggen, godverdomme, hier moeten we iets over doen? Of, of... Ja, wij, wij, zijn, wij zijn begonnen met Basta, eerst met, ja, fake news was dat toen, hè? Ja, ja, dus ja. En dan na een tijdje zagen we, ah, dat is een toffe piste, we moeten zoveel mogelijk van dat soort kleine onrechtjes verzamelen en daar iets onnozel mee doen. Dat ja. was eigenlijk de insteek. En dan hadden we een hele lijst en die stond er ook bij dan, ja, die belspelletjes, ja. Is Sabam het aangepast? Dat het vanaf nul tot uh... oh, de vierkante, met de vierkante meter. meters, nee. hebben ze het aangepast? Nee, ik denk het niet. <laughs> want je hebt toch nog altijd moeten betalen, eigenlijk, ja, uiteindelijk. Ja, 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 maar ja, waarom niet? Ik weet nog, die mens stond daar, was in Hasselt, hè? Ja. Die stond daar en ja, wij, wij zo vriendelijk mogelijk, ah ja, maar wij, ah, ja, wij dachten, want het staat toch op, nu vierkante meter? En die mensen die kijkt zo van, wat is dat hier? Ja, nee, dan, dan hebben ze dat verkeerd begrepen. Want zo werkt dat eigenlijk niet. Ah, oké, okay, ja, dan gaan we toch betalen. En dan betalen we, En die heeft ze nog echt zo. Nog 20 seconden naar die 50 kijken. Okay. Deze heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. <laughs> dat was Wat ja, ik vooral grappig vond, was dat jullie dan van de zender 1-0 gemacht hebben. Omdat dat <laughs> toch niet uitmaakt klaarblijkelijk. Ja. Dat wel cool. Neveneffecten, by the way. Ziet ja. er iets er een reunie aan te komen met jullie, of niet? Goh. Wij hebben een tijd, uh, ja, mijn manager, de menu is heel lang nu een technieker ja, geweest klopt, en dat is ook zo'n ja. zo'n uh, zo heel ding van hem altijd dat je denkt wanneer gaat ja. die nu eens eindelijk? Het ja. is altijd zo moeilijk en... Wel, wij zien elkaar vaak, hè? Ja. Dus, dus wij gaan samen op reis en zo en het weekend zitten wij heel vaak samen met de kinderen en en met iedereen. Dus wij zijn heel vaak samen, maar um, ja, Jonas heeft de dag gemaakt. Mm -hmm. Eigenlijk. Uh, we waren bezig aan een nieuw programma, maar dat lukte dan niet. En dan heb ik scheidende schepping gemaakt in de plaats. En daarna is Jonas aan de dag begonnen. En uh, Jelle en Koen op de Ideale Wereld. En die zijn nu ook weer bezig met een nieuw project binnen Woestijn. Dus iedereen heeft constant zijn eigen project. En het probleem is dat we, we overlappen heel de hele tijd. Dus ja. Er valt zo'n keer geen moment dat alles leeg is voor iedereen. Misschien moeten we dan een keer afspreken dat we zeggen: kijk, dat hadden we leeg. Is dat iets dat je nog wilt doen? Ja, ja. Hm. Uh, ja, ik denk wel dat die goesting dat die er is. Het, het grootste gevaar is um, dat het uh, lang geleden is. En dat je een beetje verwachtingsangst kunt hebben. Dus ik denk dat dat, mm -hmm. denk dat dat onze eerste oefening wordt. Dat wordt onze verwachtingsangst de nek omwringen. Yeah. En er gewoon van uitgaan van, kijk, we gaan proberen. Stel dat we er ooit aan beginnen, dat we zeggen, oké, okay, we gaan iets proberen. Als het minder goed is dan het vorige, zo so be it. En we gaan erop afgerekend worden en commentaar krijgen. Maar als je laat tegenhouden door die angst en als je begint van. Wat is. Ik merk dat bij zoveel comedians ook, vanaf dat die een tijdje ervan tussen zijn, durven die niet meer terugkomen. Mm -hmm. Omdat je, je twijfelt altijd aan jezelf van kan ik het nog. En wat je ook hebt, je ziet ook dat um, in retrospect. Mm -hmm zien mensen dingen altijd groter en beter dan dat ze eigenlijk waren. Hè? Ja, ja, ja. Als, allee, ik weet nog, de eerste afleveringen, uh, Scher en de Schepping, de recensies waren zo... Boah, en oké, okay, en ça wel. En ja, het is wel plezant, maar ze lachen te luid. En we gaan nog wel een keer kijken. En dat is dan pas, als je dat drie jaar doet, en dan vijf jaar niet meer, dan opeens... zet ja. zetten ze dat op een pedestal. Ja. Dus... Enfin, um, het is verre van onmogelijk, we zien elkaar nog vaak, maar er liggen ook wel wat hindernissen, zoals valt ons agenda een keer leeg op het juiste moment, en gaan we de verwachtingsangst kunnen de nek omwringen? Dat is ook ja. Ja, een beetje het gevaar, denk ik. Ja. Ja, we zouden het toch nog wel willen zien, eigenlijk. Ik ben ja, benieuwd waar je nog naartoe gaat als je dat nu gaat doen, anno, wat jullie allemaal hebben meegemaakt, ja, tussendoor. Ja, ja. ja. Het is wel een, een, een unieke red pack vibe eigenlijk. Als je zo, dat pal maar is van jullie, allemaal samen ligt, er zit weinig ja, niemand moet een beetje voor elkaar onder doen. Is dat de kracht? Hebben dat doortrechten aan elkaar jaren geleden? Nee. Nee, totaal niet. Of zijn jullie, ik zal zeggen, bekritiseren jullie elkaar? Allee, ik wil zeggen, geven jullie feedback? Of is dat echt altijd ieder zijn eigen weg tegenwoordig? Uh, momenteel wij vragen raad aan elkaar, maar iedereen doet zijn zin. Hè. Ik bedoel, Niemand heeft een, een, een vetorecht over wat een ander doet, maar je vraagt wel constant raad aan elkaar en je laat dingen lezen aan elkaar en dat wel. Ehm. Um, ja, als wij begonnen waren, Jonas en ik waren ja, neven sowieso. Jelle zat in Jonas zijn jaar bij de animatie. En Koen, um, Koen heeft contact opgenomen bij ons na dat filmpje op Man bij het Hond. Dat we daar die. Dat die, een teddybeer in die een, uh, drone, ik, ja, 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 ja <laughs> <just>. die <laughs> dus, okay, ja. niet Ja, Dat ja, daar met Oké, het is niet toevallig dat die, dat die connectie er was. Bij Koen was het heel duidelijk. bedoel. De helft van Vlaanderen haten ons en hij vond dat heerlijke kolder. Dus het is logisch dat die connectie er was. Um, hoe dat komt dat wij daarna allemaal ons eigen ding kunnen doen hebben, daar kun je ook een beetje waif veroorzaakt bij vragen. Hè? Stel, dat, ja, stel dat ik um, nooit met Jonas een comedygroep begonnen was en dus Jelle en Koen ook nooit gekend had. Misschien was ik stand-up comedian. Gebleven, dat denk ik wel. Was ik misschien nooit op tv begonnen. Um, ja, het, feit dat, het feit dat Jelle daarna de ideale wereld gaan doen is. Dus we hebben dat, dat beginplatform van bij ons vier bezig te zijn. Heeft elk van ons wel gigantisch geholpen om daarna je volgende stappen te kunnen zetten. Je krijgt wel wat vertrouwen van zenders en productiehuizen en zo. Dus uh, ik vind dat heel moeilijk te bepalen of, dat wij, of dat wij elkaar oorspronkelijk gevonden hebben omdat we het allemaal al. Of dat we, omdat we er allemaal al zin in hadden. In dat soort dingen doen. Of dat we elkaar toevallig gevonden hebben. En dan verder gegaan zijn op de weg die we met vier gestart zijn. Ja, dat is moeilijk te, moeilijk te zeggen. Ja. En Engeland? Uh, Engeland is tof. Want ik merk dat. Hey, uw website is ook tweetalig. Dus ja. je, ook, je, ook, uh, je doet dat daar. Ik, ik ben u eens komen bezoeken in Edinburgh. Ja, dat ja. jij daar aan het spelen wordt. Ja. En uh, hoe, voelt, hoe voelt dat daaraan? Ik herinner mij ook nog dat jij zei van. Uh, dat is hier allemaal heel politiek correct. Hier ja. moeten heel erg oppassen. Ja, maar dat is absurd. Ja. Maar goed, um, uh, Engeland op dit moment uh, staat op tweede plan, hè, omdat ja, ben nu hmm. net met de eerste podiumtoernooi in, in vele jaren bezig, dus dat krijgt nu wel prioriteit. Want ik hoop dat dat mijn nieuwe zekerheid wordt. Ja. Dat ik kan op het podium. Maar goed, de DNA-show nu, die ga ik ook in het Engels doen. Dus die ga ik uh, eerst in Brussel try-outen in het Engels en hem dan in Engeland zelf ook een paar keer spelen. Um, je hebt daar ook een scene voor science-comedy, hè? Ja, er, wat, ja, wat heel zot was, wat ik zelfs ja. niet eens wist. Ja. Ja. Zeggen, want er zijn eigenlijk massa's niches ja. in comedy nu. We hebben daar ook zo van die gasten net die alleen maar dingen doen over comic books of alleen maar dingen doen over dat soort uh, ja. humor. Maar heel geeky en heel ver, dat je eigenlijk bijna zegt als je daar een algemeen publiek inzet, in zet, is en de helft van die ja. referenties hebben die gewoon niet. Ja, klopt. Jij zit dan in de science-comedy-niche. Die show die jij daar toen speelde, toen ik naar u was komen kijken, was dat iets dat jij in het Nederlands al gedaan had? Of ja. is dat iets. Ja. Dat is eigenlijk. Dat is, dat is begonnen als, um, als keynote. Ah ja. Dus je hebt veel van die. Ja, je hebt veel van die Conferenties van, van uh, universiteiten of technische bedrijven of, of dat soort dingen. Die houden een conferentie en dat zijn een hele hoop sprekers die zo de, de stand van zaken in het onderzoeksgebied komen uitleggen. Mm -hmm. En op een bepaald moment door die Wetenschapstv werd ik af en toe gevraagd om daar zo de luchtige noten in te zijn. Van kunnen dan niet bijvoorbeeld het eerste uur na de middag een, 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 een keynote komen geven over iets boeiend wetenschappelijk en dat wel luchtig al. Ja. En zo is dat begonnen. En dat was toen gewoon de relativiteitstheorie-uitlegging. En in het begin was dat redelijk droog zelfs. Maar ja, dan, ja dat, dat is ook zo'n beetje. De comedian die nu komt naar boven, de entertainer. Maar ja, dat is een reflex. Hè. Natuurlijk. Ik bedoel, ik denk, als... ja, niemand als... van ons kan vijf minuten voor het publiek staan als ze vijf minuten niet lachen, worden bij nerveus. Ja. 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 Dan heb je toch de neiging om er iets te gaan induwen. Ja. 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 En dus um, eigenlijk, ja, keer op keer, als ik die show deed, kwamen er nieuwe jokes in. En om een duur dacht ik van ja, nu is het eigenlijk een science comedy show. En dan vroegen ze in Engeland of dat ik naar de Fringe kwam. En dacht van oké, okay, ja, dan is dat een goed onderwerp. Ja. ja. Maar nu bij die DNA show zou ik het ook wel doen. Maar dat is minder een comedy show. Daar zit iets meer een in inhoud in, wat minder, wat minder jokes. Ja. En zouden we dat dan meer aanpassen met meer jokes. om het dan toch op Edinburgh op de Fringe of zo te gaan spelen? Of kunnen dat aankleden op een andere manier, dat dat ook nog wel lukt? Ik ben nu aan het twijfelen of ik deze wel op de Fringe moet doen. omdat dat gewoon Karimaan Comedy Festival is. Mm -hmm. Ik kan ook naar Cheltenham Science Festival gaan of naar Hay Festival, waar dat ze meer literature, science, waar dat ze meer inhoudelijke dingen gewoon zijn. Omdat ik merk dat ook bij die keynotes, als ik op zo'n academisch evenement sta en ik kom een keynote doen over een onderwerp, lachen ze veel harder dan ze het niet verwachten. Ja, 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 ja. Terwijl als ik binnenkom met hier is mijn comedy show. Ja, dan dan, dan bekijken ze het eigenlijk al van het hoe grappig is het, ja. in plaats van wat, wat zegt hem. Ja. Dus ik denk met die DNA-show, dat misschien lukt het wel zo, op de Fringe. Allee, dit jaar zeker niet, maar misschien het jaar daarna. Mm -hmm. Ja. Dat zou kunnen. Oh, right. om, mee, uh, om mee af te ronden. Maar wanneer ga jij het misschien... Engels spelen? Oh, ik weet het niet, man. Ik zit dat, dat al zo lang aan het uitstellen. Al sinds dan eigenlijk ook. Maar altijd um, ja. probeer zo onverdacht mogelijk te beginnen, zonder enige focus erop. Hè? Ja. En wat dat betreft, echt waar, um, die in een Engelse scene wordt zwaar overschat door de Vlaamse scene. Uh, wat, wat wil ik daarmee zeggen? Hoe de topcomieken die wij zien langskomen van Engeland en, 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 en Amerika. Allee, goed hè dat is ja, 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 ja. onwaarschijnlijk. Um, maar. De, de, de basis, hè? dus het aantal uh, uh, jokers, uh, comedycafés, um, uh, lunatics-comedyclubs in Engeland is gigantisch. Je raakt daar echt wel binnen. Als ja. je zegt: van, Ik kom een keer vijf minuten doen, dat ga. En ik, ik zie veel Vlaamse komieken die. Die echt wel opgemerkt zouden worden. Ik vind, ja. we, ik vind dat we echt een sterke comedy scene hebben. Ja. Ik vind dat die Britten vaak. Allee, ja. dat, dat niveau van Britse comedy, zo de café en de clubcomedy, zit heel hard vast in dezelfde onderwerpen. En dat ja, is ja, ja. Brexit, gender, uh, uh, ja, dat soort. Ja, political ja. correctness ook. Ja. Um, en ik denk, goh, misschien, misschien moet er een keer een of ander boekingskantoor daarmee beginnen. Met zo de vertaalslag te maken, Van, je kijkt naar je materiaal in het Nederlands. En dat, dat klopt wel, want we hadden het daar net al over political correctness in. Mm -hmm. Er is heel veel not done qua onderwerp ja. in Engeland. En ze zijn vergevingsgezind als je niet uit Engeland zelf komt, maar ook niet heel erg. Dus je moet wel advies vragen. En je mm -hmm. moet ook luisteren als ze zeggen, kijk, die en die en die en joke kan hier niet meer. Ja. Moet je dat wel aanvaarden, anders komt het nergens. Je bent echt verbrand, hè. Ik bedoel, ja. ze, allez, ze zitten niet opzij. Maar, ehm... Um, weet je wel, we moeten het gewoon een keer doen, hè. Gaan we een ja. keer samen naar Engeland? We moeten dat eerst doen. Dat is goed. Ja, en dan dat en, dat zo, In die clubjes is dat... Meestal krijg je vijf minuten, tien minuten. Ja. En als je goed scoort, krijg je de volgende keer twaalf minuten en zo. En, uh, Ja. Ja. Oké, okay, we zullen zien. Ja, dat gaan we doen. Gaan we doen. <laughs> voor mij af te sluiten, wat ik een hele goeie vond, wat je zegt, jij doet ook nog een, een ander ding. Omdat je, het, het gaat DNA gaat het over, over dat, je gaat het over robotica en dingen die dat er gaan veranderen op die manier. Er was nog één ding, de ruimtevaart, uiteraard. Ja. En uh, dat je zei, een van de grote revoluties die wij misschien nog gaan meemaken, is Mars. Ja. En het, uh, het eventueel koloniseren van. En dat je eigenlijk een, ja, een, een specie wordt die een thuisbasis heeft op meer dan één planeet. Ja. Hoe realistisch is dat? Hoe ver is dat weg? Mars is geweldig moeilijk te voorspellen. Omdat... Het is ook geen stab in the darkness meer. Hè. Ik bedoel, je kunt wel echt een bepaald pad uitstippelen van, kijk, eerst moeten we dat, eerst moeten we dat, eerst moeten we dat doen. Hoe lang dat dat duurt, hè, je hebt daar zodanige toptechnologie voor nodig en nieuwe ontwikkelingen voor nodig, dat je dat niet kunt zeggen of dat uh, of dat, dat plotseling hieraf gaat gaan of nog geweldig lang gaat duren. Ze, sp ze spraken over Mars na de maanlanding. Hè. Mm. Dat was de volgende, dat was de logische volgende stap. Ja, ja. En had je vlak na de maanlanding gezegd dat we daar in 2020 nog niet zouden zijn, hadden ze gezegd van, hé, hey. ja. bedoel, je moet rekenen, die Wright Brothers... Dat is 1900. En ja. 60 jaar later... Dus iemand gaat met een constructie van hout en linnenstof... 100 meter <laughs> van de grond... 60 jaar later sta je op de fucking maan... Ja. Als je dan tegen die mensen zegt... Goed gedaan. Over 60 jaar staan we nog geen stap verder. Dan zeggen die... kom hey, ja. Dus dat is geweldig lastig om te voorspellen. Uh, uh, dingen die wel duidelijk zijn... Um, los van... Zware setbacks staan er binnenkort weer mensen op de maan. Mm -hmm. En um, het zou mij verwonderen dat, dat enfin ja, het zou, het zou mij verwonderen dat wij het niet meer meemaken dat er een bemande basis op de maan. Hè. Dus de, ja. de permanent, permanent bemande maanbasis, ja. um, is, een, is een veel uh, realistischer en eerder doel dan koloniseren van Mars. Ja. Of dat wij het nog meemaken dat er mensen echt permanent op Mars wonen, zeker niet onmogelijk, maar uh, wel ja, ook, ook niet zeker, hè. binnen onze generatie. Nee. Ja. Ja. Ik had uh, met een collega in Jeurken, ik ben in een ingenieursbureau, en die had eigenlijk wel iets interessants te zeggen. Het ging over inderdaad die fascinatie voor Mars, of de maan, of het heelal. En dan komt het ook vaak over, misschien dat we hiermee een overbevolking zitten, dat je een beetje verder gaat. Wanneer zoiets als Siberië bijvoorbeeld, ja. of we hebben hier Jalleveit, een ja. avonturier gehad, die is eigenlijk weer zot van Kazachstan, die met zijn fiets naar China reed, mm. en die, daar is niks, er is niks te doen, en daar leeft niks. En dat is eigenlijk wel straf, dat wij al onze hoop zetten op iets als Mars, dat niet makkelijk is. En Siberië, dat laten we dan bijvoorbeeld links liggen, omdat het daar te koud is, wat in heelal uh, toestanden eigenlijk uh, een paradijs is. Maar het, het idee... Het idee, we moeten naar Mars omdat het hier onleefbaar wordt, slaat nergens op. Nee, dat denk ik nee, dan ook niet. Nee, dat, dat slaat nergens op. Ik bedoel, als je als de technologie hebt om op Mars te overleven, dan kun je het ook op aarde. En nog een volgende stap, um, terraforming spreken ze vaak van. van we, gaan, we gaan door... Uh, uh, Geologische processen te versnellen of zelfs door atoombommen te laten ontploffen, gaan we Mars van een atmosfeer voorzien en dat proberen een soort klimaat gelijk op aarde te creëren. Oké, okay, we hebben nog geen zicht op hoe dat, dat zou moeten of dat, dat zou lukken. Dus, al ja, het is ook niet carrément niet onmogelijk. Maar als je dat technologisch kunt, hoe, hoe zou dat technologisch in staat zijn om een dode planeet van een atmosfeer te voorzien? En niet in staat zijn om uw eigen atmosfeer te herstellen. Dat, dat is eigenlijk... Ja. Allee, dat slaat nergens op. Maar... Ja, en um, gewassen te laten groeien op plekken ja. waar dat er helemaal niks groeit momenteel. Dat, en waar ja. ze van zeggen onherbergzaam. Dan ja. moeten die toch ook compleet kunnen omvormen. Naar... Voilà. En als je een biosfeer bouwt op, op Mars, kun je ook een biosfeer bouwen op een onleefbaar geworden aarde. Mm -hmm. ja. um, maar... Voor mij, is, voor mij gaat dat daar niet om. Voor mij is dat human endeavor. Dat, dat, is, dat ding is daar. De stap verder. Why yeah. did I climb the mountain? Because it was there. Voilà, inderdaad inderdaad. Yeah. Ja. Dus de, de, dat is er. Dat is een avontuur. Dat is geen noodzaak. En ik weet niet, ik weet niet of dat dan een verkooptruc is om te zeggen: we moeten naar Mars. De, het enige dat je kunt verzinnen is inderdaad overbevolking. Stel dat je echt met te veel bent op aarde dat je zegt van oké okay, dan gaan we naar daar maar ook daar is op dit moment een absurd idee dat je over bevolking oplost door op Mars te gaan wonen voor mij is de kern daar nog altijd het avontuur en de stap verder als mensheid ja. en inderdaad een interplanetaire specie ah ja, worden eigenlijk een ja. soort die echt leeft op meerdere planeten en dat is emotie, hè? als er iemand is die zegt: van, Doe ik het normaal, we gaan allemaal gezellig op paarden blijven en hier de problemen oplossen. Daar, daar valt evenveel voor te zeggen. De, hmm. Rationeel is er geen enkele reden om aan Mars te gaan, geen enkele. Maar dat idee van mij: van, we gaan naar daar en dat is een eerste stap om misschien over 10.000, 100.000 jaar het heelal te bevolken. Dat to boldly go where Waja. no one has gone before. Dus dat, yeah. <laughs> dat, dat de mensheid gaat uitsterven als we enkel op aarde blijven, dat is een zekerheid. Alleen, het gaat honderdduizenden, misschien nog miljoenen jaren duren. Yeah. Maar dat, de mens, allee, dat je niet kunt blijven overleven alleen op de aarde, dat is een zekerheid. Of dat we die eerste stap nu al moeten zetten, er valt over te discussiëren. Ik vind dat tof. <laughs> en meer argumenten zijn er niet. <laughs> dat is misschien het beste argument om mee te eindigen. <laughs> Lieve Scheiden, merci dat je hier waard. Dat ik was, was ik jij plezant. Uh, ik vind het altijd cool. Van, ik ben zo blij dat jij is bij mij zit in plaats van andersom, maar dat is binnenkort wel dat weer. Dat is juist, ja, inderdaad. Kom ik bij u hangen, we gaan ook samen naar Engeland. We gaan net doen. Ik dat zeg dat altijd, maar we gaan net doen. Oké. Okay. Want ik ben, ik ben blij dat jij er al naartoe zich gewist. Ik ja. kan dingen aan u vragen. Gewoon we doen, Andries uh, Bekers, zoals gewoonlijk, my brother from another mother, hm. om te eindigen met een mooie zin. Third star to the right and straight on till morning. Mooier dan dit wordt het niet. Maybe we we'll shall all boldly go where no one has gone dit before. this was het voor Welcome to the AA. Tot de volgende keer. Laters, biatches. Yep. The first step on the road to recovery... ...is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik ben hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan... zijn de not the de feest! Rimmels Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie... ...berust op louter Toeval.